Goedemiddag dames en heren, welkom hier op Podium TV, op de website van de Healthy Aging Tour en natuurlijk ook de websites van de Noordelijke Dagbladen, de Leeuwardenkrant, Dagblad van het Noorden. We zijn aangekomen bij de laatste rit alweer in de Healthy Aging Tour van 2019 en we rijden in Midwolda, de gemeente Oldambt, een omloop langs de Glazen Stad en om het Oldambtermeer. Omloop die we vanochtend natuurlijk ook al bij de junioren hebben gezien. En dit zijn onze namen. Mijn naam is José Been en vandaag zit naast mij Danielle Bekkering. Danielle, welkom. Jij bent ook deel van de organisatie van de Healthy Aging Tour. Daar gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben. Als je kijkt naar deze omloop, waar liggen de kansen en waar ligt het gevaar? De kansen liggen denk ik toch wel in dat de stukken open zijn en... Op het moment dat er wind is, dan kun je wel een beetje het verschil maken. Bedreiging zijn dat er ook wat smallere stukken tussen zijn, waar het wel opletten geblazen is. Maar het is een omloop waar we eerder gereden hebben. Dus voor sommige dames bekend en voor ons als organisatie ook bekend. Gelukkig vandaag een stuk beter weer dan gisteren. De tijdrit voor de vrouwen in Winsum gisterochtend. Ja, toch wel heftige weersomstandigheden. Ja, nee, absoluut. Toen we erheen reden was er nog zon en af en toe blauwe lucht. Dus waren we heel optimistisch. Maar ja, dat veranderde echt binnen 10 minuten naar sneeuw. En dan toch weer zon en dan toch weer sneeuw. En het was echt een zware rit. Zoals ik het zelf samenvat, het was niet alleen de strijd tegen je tegenstanders, maar ook tegen jezelf en tegen de elementen. We hebben hier een kopgroep van vier rensters. Sarah Penton van Virtue, excuus. Maaike Bogaert van de Nederlandse ploeg met nummer 56. Loes Adegeest met nummer 35 zien we daar van team WNT. Katrien Hammers en aansluit dat Skyler Snyder is van Boels Dolmans. En zij gaan met z'n vijven op avontuur. Maar goed, daarachter komt al meteen weer actie vanuit dat peloton. Ja, de twee meest succesvolle ploegen, Virtue en WNT, gisteren met Lisa Brennauer. En de dag ervoor met Kirsten Wild. En zo zie je toch dat Boels als absolute superploeg, om het zo maar even te noemen, nog steeds met lege handen staat. En dat zal ze niet zinnen. En dat betekent vandaag nog een laatste kans. Ja, dat denk ik zeker. En zoals je al zegt, hebben we natuurlijk een enorme goede ploeg. Alleen het valt ook dit keer net niet hun kant op. Ze hebben wel een paar keer een ereplaats. Maar ja, het is natuurlijk niet de ploeg die tevreden is met tweede en derde plekken. Nee, maar ja, goed, als ze het op een sprint laten aankomen, Danielle, zullen ze toch altijd stuiten op Lorena Wiebes en Kirsten Wild. Dus ja, ze zullen echt een andere tactiek moeten proberen om deze ritzegen mee te nemen. Ja, helemaal eens. En ik was wat dat betreft ook in Musselkanaal wel een klein beetje verbaasd dat buiten de aanval van Christine Magereux, dat ze eigenlijk gevoelsmatig weinig ondernomen hebben. Maar ja, ik kan natuurlijk ook niet voelen hoe de benen van de rensters zijn. En ja, Kirsten bewees natuurlijk wel weer dat ze gewoon heel goed is in sprinten. En ja, Lorena laat ook steeds zien dat ze echt aan de deur klopt. Nou, het mooiste van Lorena Wiebes vond ik in de etappe naar... De etappe die Kirsten Wild vond, hoe ontzettend knap ze zich handhaafde in de eerste waaier. En daarmee zie je ook hoe snel haar ontwikkeling als renster is gegaan. Ja, helemaal eens. Want meestal zie je toch echt met die hele stoere en zware waaieretappes dat het toch de wat oudere, meer ervaren rensters zijn die zich daar goed weten te handhaven. Maar zij gooit de fiets er als jonkie brutaal tussen. Een ander jonkie vinden we bij Team Hightech. En dat is natuurlijk Lonneke Uneke. En die rijdt vandaag min of meer een thuiswedstrijd. Ja, dat klopt. En ze was natuurlijk sowieso al heel erg gemotiveerd voor deze Healthy Aging Tour. En waar ze de eerste twee etappes nog zei van goed zo. Ja, rond top 20 is wel leuk, maar ik wil meer. Nou, Musselkanaal natuurlijk echt top 5. Ja, gisteren begon de vermoeidheid wel een beetje een rol te spelen. Maar ik denk dat ze zeker voor vandaag nog weer... super gemotiveerd is om te laten zien dat het geen uitschieter was. Er wordt hard gereden hiervoor. De kopgroep inmiddels uitgebreid met een paar extra renners. Met Lea Lynn Teutenberg onder andere erbij. Een tweede renster dus van WNT Rotor. We zien hier ook met nummer 221 Danielle Gaas, een Duitse van het Equano team. Sarah Penton dus herkenbaar aan die Zweedse vlag op de mouwtjes. En Lucy Garner, de tweevoudige wereldkampioen bij de junioren.
is de renster van Hightech. Dan hebben we denk ik één naam nog niet genoemd. En dat is dan de renster van British Cycling. Die toch met Jessica Roberts hier en Rona Callender laten zien dat je toch ook als eerste en tweedejaars meteen op dit niveau al mee kunt. Ja, absoluut. Jessica natuurlijk op de etappe op het eiland Borkum al heel goed voorin. Eén dag in ieder geval in de witte jongerentrui. En wat dat betreft zie je echt wel dat er toch weer een hele goede lichting jonge rensters aankomt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de vrouwenwielrennen in het algemeen. Nee, we hebben vanochtend bij de junioren gezien, terwijl Nathalie van Gogh daar de oversteek maakt naar deze groep, dat we eigenlijk de ster van de toekomst daar hebben leren kennen. Want ja, ze is van januari, ze is net 17 geworden. En zij zal de komende 2 jaar het juniorencircuit gaan domineren, Megan Jastrap. En het mooie was, Danielle, dat we dat dus over de hele wereld hebben kunnen tonen. Omdat we als allereerste keer een livestream van een juniorenwedstrijd hebben gezien. Ja, klopt. Daar zijn we ook best wel heel trots op. We merken al sinds dat we de juniorenwedstrijd organiseren, dat ook het enthousiasme daarvoor en het aantal mensen die dat heel graag wil volgen, dat het toch heel groot is. En we hebben onszelf natuurlijk altijd ten doel gesteld dat we ook echt het vrouwenwielrennen willen helpen ontwikkelen. En de dameskoers staat natuurlijk gewoon al op heel hoog niveau. En we wilden eigenlijk de junioren daarin meenemen. En ja, gezien ook de reacties die er komen op de livestream voor de junioren, is het een hele goede keus geweest. En ja, het is natuurlijk ook altijd wel weer puzzelen om het, om het allemaal mogelijk te maken. Maar ja, je ziet ook zeker dat de samenvatting van de uitzendingen van de juniorenwedstrijd zijn bijvoorbeeld al meer dan 7000 keer bekeken. Dus dan doe je het ook echt ergens voor. Voor in het peloton vinden we de dame uit Israël, Rotem Gavinovic. Ja, 2 vrouwen hoog in het klassement bij Canyon SRAM. Met Lisa Klein die aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Zij heeft een voorsprong van 8 seconden op Ellen van Dijk. 41 op Wild, 47 op Pieters en 1-0-1 op haar ploegmaat Alice Barnes. En dat betekent dat voor Lisa Klein het enige gevaar nog komt van Ellen van Dijk. Het is vandaag wel wind in de rug in de laatste 7-8 kilometer. Dus het zou mogelijk zijn voor iemand als Ellen van Dijk om daar aan te vallen en er een tijdrit uit te persen. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop ze dit eindklassement nog op haar naam kan schrijven. Ja, zeker. Want in de sprint gaat zij het natuurlijk niet redden. Maar nou, ze heeft gisteren wel laten zien dat ze in goede vorm steekt. Ze zijn nog maar met z'n vieren bij Canyon SRAM. Christa Riffel, ook een van die winnaressen van de juniorenkoers, afgestapt. En Ella Harris al in de eerste etappe helaas moeten opgeven met een gebroken sleutelbeen. Maar het werk wordt dus gedaan door Tanja Erat en deze Rotem Gavinovic. Voorlopig is het rustig. Hier kijken we naar de leidster in het klassement, Lisa Klein. Ze heeft in het verleden al mooie dingen laten zien. Maar een etappekoers van 5 dagen van het kaliber van de Healthy Aging Tour winnen, dat zal een mooie bijdrage aan haar erelijst zijn. En zo zie je dat dit soort meiden gewoon echt een paar jaar nodig hebben. Maar nu dan toch echt aan het aankloppen zijn bij de mondiale top. En aan de linkerkant Lonneke Unneke die naar voren komt, die toch alert is. Is het een rondje waar stukken zitten, Danielle, waar je het nog op de kant zou kunnen gooien? Ja, het zou bijna wel. Wat die kan is nooit gebeurd. Maar over het algemeen zijn de stukken natuurlijk niet super lang. En ik moet zeggen dat ik niet helemaal weet hoe de wind erop stond. Het is, wat je zelf zei, het is vandaag in ieder geval een stuk vriendelijker weer. Dus ik denk dat het wel redelijk lang bij elkaar blijft. Maar aan de andere kant ga je natuurlijk ook zien, het is wel dag 5. Niet iedereen is even goed hersteld. Dus ik denk als de grote ploegen straks nog wel een keer zeggen van hoppakee, we willen het nog even proberen. Zou het ook zomaar wel kunnen. Het is een mooie plek die jullie met de Healthy Aging Tour hebben. Het is natuurlijk een weekend zonder World Tour wedstrijd. Volgende weekend gaan we weer verder met de Amstel Gold Race. Aanstaande woensdag de Brabantse Pijl. Merk je dat veel ploegen interesse tonen in deze koers? Ja, best wel. En we hebben ook altijd wel het contact gezocht ook met de ploegen. Kijk, die datum staat vast. Maar je kunt wel in overleg met ploegen van wat ze wel graag willen. Zoals in het verleden toen het toen er weer sprake was van het WK ploegentijdrit. Toen hebben we dat ook heel snel opgepakt. Omdat als er natuurlijk een WK is, wordt het weer interessant voor ploegen om zo'n onderdeel ook te trainen en in wedstrijdverband te doen. Dus daar zagen wij wel mogelijkheden in. En dat is ons ook altijd wel in dank afgenomen. En, net als het feit dat er relatief weinig tijdritten zijn natuurlijk voor de grote dames.
En dus eigenlijk proberen we ook altijd wel of een ploegtijdrit of een individuele tijdrit. Zodat je het ook een interessant programma maakt. Voorlopig is het rustig hier in het peloton. Er gebeurt nog niet zo heel erg veel. We zien daar Lisa Brennauer. Zij was gisteren natuurlijk onderweg met Anouska Koster. Hele knappe zege voor de Duitse. Toch al een heel indrukwekkende erelijst heeft. Maar ja, toch heel blij was met deze zege. Omdat ze de afgelopen weken van ongelooflijk groot belang is geweest voor Kirsten Wild. Een aandeel heeft gehad in de zeges van Kirsten Wild. Ja, en als je dan toch ook zelf je handen in de hoogte mag steken, dan is dat altijd een hele ontlading. Tempoversnelling hier vanuit de ploeg van Trek Segafredo. Die met Ellen van Dijk ook een etappezege al te pakken hebben. Maar wellicht, en natuurlijk ook met Lepister, twee etappezeges al te pakken hebben. Zijn toch op zoek naar nog iets meer blijkbaar. Ik denk dat dit de Poolse is aan de blonde paardenstaart te zien. Ja, Anna denk ik. Hè? Ja, Anna Plichta. Ja, gisteren zat ze ook al mee. En dat getuige haar social media had ze daar toch wel van genoten. Dus ze doet het gewoon nog een keer. Ja, het weer is vandaag wellicht iets uitdagender dan gisteren. Helaas veel rensters toch met de overjasjes aan. En dat betekent dat we de rugnummers zo slecht kunnen zien. Maar goed, we hebben kaderplaatjes. En het is inderdaad de Poolse met het blonde haar die hier weer in de aanval trekt. Ja, ik denk toch dat ze gehoopt had dat er wellicht iemand met haar mee zou gaan. Ja. Want in je eentje is het toch verschrikkelijk lastig. Zeker omdat we nog bijna 80 kilometer te gaan hebben in deze etappe. We hebben er net 45 op zitten. Gemiddelde snelheid in het eerste uur 41. Ja, nou, dat geeft dus toch aan dat de dames nog niet uitgepierd zijn. En ik denk inderdaad dat Anna Plichta had gehoopt dat er nog van twee, wellicht drie ploegen een dame mee zou komen. Want ze heeft gisteren wel laten zien dat ze wel heel sterk is en de aanval niet schuwt. Maar ja, zoals je eigenlijk al aangeeft, is het natuurlijk een beetje een kansloze missie op deze manier. In ieder geval mooie stijl deze Anna Plichta. Punten van de tenen naar beneden. En ze wiebelt een beetje. Ja, ik wilde net zeggen mooie stijl, maar ze zit helemaal niet stil. Nee. Het is absoluut geen tijdrijder. Het is een werker, hè. Het is, ze maakt wel flink snelheid. En wie weet of er nog hulp bij komt. We hebben een eerste sprint al gehad voor de oranje trui. Daar wist Lisa Brennauer net Romy Kasper voor te blijven. En Anouska Koster pakte nog één punt. En dat betekent dat Lisa Brennauer haar voorsprong dus aan het uitbreiden is ten opzichte van Anouska Koster. En dat Koster dus in de volgende sprint de volle map moet pakken. En hopen dat Brennauer dat niet doet. Anders zal die trui niet voor haar zijn. Nee, en je zag natuurlijk gisteren al een beetje dat Lisa toch net even iets scherper sprint dan Anouska. En ik heb Anouska na de wedstrijd ook nog even bij het podium gezien. Maar die had ook wel echt een jasje uitgedaan. Dus ik denk dat het net een gelopen race gaat zijn. Dat Lisa dit niet meer weg gaat geven. Maar we gaan weer richting de finishlijn. Mooie rechte aanloop richting Midwolda. Gemeente Oldambt, waar Plichta in er eentje op kop rijdt. Maar goed, we hebben natuurlijk nog een heel stuk te gaan. We hebben een rondje van 15 kilometer. En dat betekent dus dat we met iets meer dan 15 kilometer. Dat we met 77 kilometer te gaan er nog 5 te gaan hebben. Ja, een geweldig applaus geven. De hand op elkaar hier van Anna Plichta. Anna Plichta hier pakt ook de modificatieseconde, 3 seconden. Ja, die 3 seconden die had Van Dijk natuurlijk graag willen hebben. En daar gaat ze ook wel voor. Alhoewel, nee, ze zorgen er alleen voor dat Lisa Klein ze niet kan pakken. Ja, dat is ook een tactiek natuurlijk, hè. Als je weet dat Van Dijk de snelheid zelf niet heeft, dan moet je maar gewoon proberen dat je ploegmaats gaan voorkomen dat Klein ze pakt. En zo blijft dat verschil tussen Lisa Klein en Ellen van Dijk dus 8 seconden. Ja, dus wat je zegt, mocht er wel iets gebeuren in de finale. Kijk, 8 seconden is natuurlijk ook niet zoveel. Alleen ja, voor Lisa is het aan de andere kant natuurlijk op dit moment ook wel goed te overzien.
Ze moet gewoon Ellen letterlijk en figuurlijk volgen. En zorgen dat er geen tijdsverschillen ontstaan. Hier in de straten van Midwolda is het zonnig. En we zien de tulpen en de bloemen alweer in de tuinen staan. Ja, dit is echt zo'n typisch parcours voor een criterium. En daar kunnen de Nederlandse vrouwen uitermate goed mee uit de voeten. Dit is een gevaarlijk punt. Niet beveiligd. Maar gelukkig rijden we het rondje dus heel vaak. En weet je inmiddels wel waar de gevaarlijke punten zich bevinden. Rust wederom in het peloton. Ja, ze lijken toch even te genieten van het zonnetje. Ja, het is behoorlijk koud. Absoluut hoor. Vanochtend gaf het thermometer gewoon amper 2 graden aan. Dus dan is het inderdaad wel gewoon koud. En je zag bij de junioren ook zelfs natuurlijk nog in de lange broek, of tenminste in ieder geval met de beenstukken aan, gereden worden. Aanval van 2 jonge rensters. Britt Knaven, gisteren een hele knappe tijdrit gereden. En Nicole Stijginga, die zagen we natuurlijk al eerder in de aanval. En zij krijgt gezelschap van een van de rensters van Bols. Wederom de Amerikaanse. Ja, Knaven, ze groeit echt in de wedstrijd. Ze wordt elke dag beter. Ja, en voor dit soort jonge meiden, ze is natuurlijk eerstejaars Britt Knaven. Net zoals een groot gedeelte van haar Rogelli Gyproc APB ploeg. Is het elke dag leren, elke dag proberen aan te haken. En het is een goed teken hoor dat zo'n jonge dame als Britt Knaven gewoon gedurende de wedstrijd beter wordt. Dan zie je dat ze veel inhoud heeft. En ze kiest hier ook gewoon heel enthousiaste aanval. Laat de kleuren van de ploeg goed zien. Ja, sowieso hoor. Ik moet zeggen dat veel van die jonge meiden die durven te koersen. En uiteindelijk ga je daar natuurlijk ook beter van worden. Want als je het nooit probeert, weet je ook niet wat je kunt. En er is mij altijd verteld, ook door mijn voormalige collega Bobby Traxel, achteraan fietsen, daar wordt niemand beter van. Nee. En je kunt het beter gewoon proberen, af en toe de aanval kiezen en gewoon een beetje doodgaan. En daar gaat ze de rest van het seizoen dan profijten. Maar ja, goed, er is nog een zwaar programma. Ze hebben natuurlijk al grote wedstrijden gereden. Ook deze ploeg. Onder leiding van de ervaren ploegleidster Heidi van de Vijver. Die heeft zich verbonden aan dit project van Servaas en Natasja Knaven. Vorig jaar natuurlijk al dominant bij de junioren, de APB. Junioren ook deze keer weer winnaars van het ploegenklassement. Ja. En die kunnen dus doorstromen naar deze onder 23 ploeg. En dat deden ook veel rensters, zoals deze Britt Knaven. En ook Rozemarijn Ammerlaan bijvoorbeeld, Katelijne Holwerf, ja. Zijn er allemaal bij. Ja, en dat is een gigantisch verschil. Als je ziet dat de junioren vanochtend, wat reden ze 77 kilometer, dan rij je dus 50 kilometer verder. Dat is toch dik een uur meer. En ook de snelheid ligt een stuk hoger. Het is een cultuurshock. Ja, absoluut. En ik denk ook dat juist doordat wij de wedstrijd op deze manier inrichten met en junioren en elite dames. Je merkt wel dat het voor de junioren natuurlijk heel erg motiverend is. En ook wel inspirerend dat je eigenlijk in dezelfde omgeving je wedstrijd mag rijden. En die meiden zijn natuurlijk super enthousiast, super fanatiek. Maar je ziet ook wel zeker nu na de laatste dag dat ze toch ook even blijven kijken van hoe doen de elite dames het. En het inspireert ook, hè? Ja, dat is ook wel een beetje wat we beoogd hadden. Dit was in de juniorenwedstrijd vanochtend een gevaarlijk punt. Valpartij onder andere van toch een dame uit de top 10, Wilma Olausson. Hoe maak je als organisatie nou de keus om deze plek te beveiligen? Want de pionnen zijn gevaarlijk, maar ja, de sleuven in de weg zijn ook heel gevaarlijk. Ja, het is inderdaad, in dit geval was het echt kiezen tussen twee kwaden. Maar die scheuren waren op bepaalde plekken wel zo breed dat er ook een wiel in zou kunnen. Ja, en het laatste wat je natuurlijk wil is dat iemand zich daar in vastrijdt en dan omvalt met alle gevolgen van dien. Dus we hebben ervoor gekozen wel die pion te zetten. En zeker in de eerste ronde met extra mensen erbij om dat goed aan te geven. En dan hoop je natuurlijk dat na een aantal ronden dat de rensters ook in ieder geval weten wat ze te wachten staat. En dat ze daar toch een klein beetje rekening mee houden.
Kopgroepje dus met daarbij Skylar Snyder, een jonge Amerikaanse van Boels Dolmans. Nicole Steiginga, de dame uit Friesland. Normaal rijdend bij Bipink, nu in de Nederlandse selectie onder leiding van Loes Gunnewijk. En Britt Knaven dus, toch wel de beste, of de derde als we kijken naar het klassement van eerstejaars. Fiver Georgie is daar de beste. Daarachter Lonneke Uneke, dat zijn toch al beide al meiden die bij een World Tour ploeg rijden. En Britt Knaven is daar dus de derde in dat klassement. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook wel heel mooi dat zo'n ploeg zich echt ook richt op die jonge meiden. Want je merkt dat de grote ploegen nemen wel elk jaar 1 of 2 jonkies. Maar er zijn natuurlijk veel meer jonge talenten. En het zou zonde zijn als die niet ook de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Dus wat dat betreft heel mooi dat er toch zoveel Nederlandse ploegen zijn. Zeker ook dus Nederlandse ploegen die zich speciaal op de jeugd richten. Toch drie dames in de tegenaanval met wederom iemand van de Nederlandse ploeg. Denkt dat Kylie Waterreus is gezien de helm. Eentje van WNT en eentje van Park Hotel. Het gaat hier een heel klein beetje omhoog. Daarmee is het natuurlijk een ideale plek om bidonnen aan te geven. Tempo gaat er een heel klein beetje uit. Dat maakt het net even wat veiliger. Ja, even iets makkelijker aanpakken dan bij 65 km per uur. Maar ja, goed, ik ken ook wedstrijdorganisaties, Danielle, die het gewoon in de afdaling doen, hoor. Nou, ik moet zeggen... Zelf geen coureurs, waarschijnlijk. Nee, ik heb in een verleden ook wel eens dingen meegemaakt in wedstrijden dat je denkt van... dat zou ik anders doen. En dat is natuurlijk voor ons ook een beetje de aanzet geweest. Hè? We hebben zelf achtergrond als renster, als ploegleider... Dan probeer je eigenlijk al die ervaringen die je zelf hebt, positief en negatief, probeer je te filteren. En daar probeer je eigenlijk de ideale wedstrijd te organiseren die je zelf vroeger ook graag had of willen begeleiden of had willen rijden. En je moet wel eens compromissen maken, maar ik denk dat we het toch redelijk in slagen om in ieder geval ook mee te denken vanuit de rijders en de ploegen. Hier achteraan in het peloton zullen toch ook veel rensters ernaar uitkijken dat deze 5 dagen erop zitten. Het is meer dan 500 kilometer koers met etappes van 134, 124 kilometer. Gisteren 2 etappes op een dag. Verplaatsingen van Friesland naar Groningen en van Groningen naar Friesland. En dat zijn hier ook gewoon meiden bij die een baan hebben, die nog studeren. Die niet fulltime prof zijn zoals Ellen van Dijk of Anna van der Breggen. Dus dat is niet niks hoor, 500 kilometer koersen in een week. Maar dit zijn drie nog relatief jonge rensters. Ook zo'n Skylar Snyder, ja, dat is dan weer zo'n renster die een kans krijgt bij een hele grote ploeg. Om daar wat verder te groeien. En dat mag ze dan doen in de luwte. We zien haar niet in de World Tour wedstrijden, maar wel in dit soort wedstrijden daar net onder. Ja, nou, ik denk dat het ook goed is, want je kunt natuurlijk ook heel makkelijk iemand afbranden. En dat is zeker niet wat je wil. En wat je net aangeeft, het is natuurlijk een gemêleerd gezelschap. We hebben we hebben de top van de wereld qua UCI-ploegen, maar we hebben ook clubteams. En ja, juist ook die combinatie is denk ik ook bijzonder. Maar ja, dan is natuurlijk de insteek van de rensters is wel verschillend. Kijk, een Boels en een WNT en dat soort ploegen, ja, die komen echt voor etappenwinst, trek voor een klassement. Ja, die clubmeiden gaan natuurlijk wel voor mee te gaan, maar dan is uitrijden is ook al een prestatie. Komt een renster van Virtu naar voren toe. Het lijkt mij Kreuger te zien aan de gestalte, ja. Etappenwinnares. Ja, met de Duitse mouwtjes. Duitse mouwtjes, een grote, een stevige tred. Snyder, Steiginga en Knaven. Een Amerikaanse, een Nederlandse en een Belgische. Sinds kort, sinds dit jaar, heeft ze de Belgische nationaliteit. En daar komt inderdaad de etappenwinnares in Suruysterveen komt daarbij, Mieke Kreuger. Ook 4e in de tijdrit. Ze is dus echt in goede doen. En zo zie je dat de prestaties van Bastianelli en dus ook van Kreuger eigenlijk gewoon dat niveau van die hele ploeg omhoog trekken. En zo krijgen ze daar vooraan een stevige tempomaakster
erbij. Maar goed, 70 kilometer is toch wel heel erg ver. Ja, nee, absoluut. En je ziet ook dat, kijk, Mieke heeft ook wel even de mond open. Want dat zelfs was, zij wordt moe. Dat was wel een serieuze oversteek. Ja, 70 kilometer is natuurlijk heel ver. Maar je ziet nog iemand aansluiten. En je ziet daarachter waarschijnlijk een soort van pokerspel beginnen. Dit zijn natuurlijk niet de dames die meteen een aanval kunnen doen op de gele trui. Dus ja, dan krijg je toch soms wat ruimte. Maar dat is voor die meiden natuurlijk heel mooi. En nou ja, voor het koersverloop ook. Want we vinden het wel mooi om een beetje actie te zien. Ja, ondanks het feit dat Team Sunweb er niet bij is, rijden toch een aantal rensters van die ploeg mee. We zien daar onder andere Julia Soek, ook Suzanne Andersen en zojuist Fiver Georgie. En er wordt meteen weer aangevallen hier op de wegen van het oosten van Groningen. Met onder andere Trixie Worak daarbij. Met nummer 162 is het Marije Meijering toch een van de, ik wil wel zeggen, revelaties van deze Healthy Aging Tour. Ze moest gisteren toch veel tijd toegeven op Amber van der Hulst in dat klassement voor de clubrensters. Maar die Marije Meijering, die vinden we toch de hele tijd voorin. Een dame ook uit de regio. Ja. En ze is 25, maar ja, rijdt hier gewoon tussen de wereldtop. En daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben. Fiver Georgie die heeft de oversteek gemaakt. En zo hebben we 5 rensters vooraan. Ja, wat je net inderdaad zegt over Marije, dat is natuurlijk wel mooi. Is ook voor zo'n ploeg wel weer leuk. En voor Team Drenthe, dat er dan toch ook echt iemand best wel meedoet. Want Marije weet zich ook goed te handhaven wel in de voorste gelederen. Amber van Hulst was inderdaad wel een maatje te groot. Maar ja, die heeft mij ook wel verbaasd in positieve zin. Ik denk dat er wel ploegen hebben op zitten letten om haar in te lijven. Ze is tweedejaars. Ja. En het zou mij verbazen als zij niet volgend jaar ingelijfd wordt bij een wat grotere ploeg. En daarmee bewijst Jan van Arkel wederom dat ze een neusje voor talent hebben. Ja, dat klopt. En ik zie natuurlijk al een aantal jaren dat vanuit die ploeg ook wel echt renners doorstromen. En voor ambitieuze renners is het natuurlijk ook een redelijk goede keuze. Omdat ze natuurlijk zien dat de dingen daar goed geregeld zijn. En ook die meiden, die stuwen dan ook elkaar weer naar een hoger niveau. En soms zie je dan dat die broek dan in één keer weer bijna leeg is. Maar toch zie je dat ze er elk jaar weer in slagen om toch weer nieuwe goede meiden binnen te halen, op te leiden. Ja, dit is mooi. Er wordt echt nu wel een beetje gekoerst. Het was allemaal een klein beetje tam tot nu toe. We rijden dus echt zo rondom de Blauwe Stad. Een zeer ambitieus nieuwbouwplan om de economie hier in het oosten van Groningen een beetje omhoog te stuwen. Ja, ze hadden gehoopt op, geloof 1400 kavels, maar er waren jaren dat ze er 2 of 3 verkochten. Ja, dat schiet allemaal natuurlijk niet zo heel erg veel op. En daarmee hebben ze de verwachtingen een klein beetje bijgesteld. Maar het blijft een schitterend mooi gebied daar in Oost-Groningen, Midwolda. Maar ja, dat hele project Blauwe Stad is natuurlijk wel echt een nachtmerrie geworden voor de politiek in de regio. Want ja, er waren jaren dat er amper interesse was voor de prachtige woningen. Ze waren te duur, in ieder geval te duur voor de regio. En er was geen werkgelegenheid in de omgeving om dat soort huizenprijzen dan weer te rechtvaardigen. En dan kun je wel een prachtig huis hebben, maar als er geen baan bij hoort, dan wordt het vrij lastig. Nee, dat klopt. Dat is zeker waar. En je ziet gelukkig dat het nu allemaal wel een beetje aantrekt. Maar als je grote werkloosheid in de regio hebt, dan is dit niet het eerste waar je geld en energie in kunt steken. Maar je ziet wel dat dat gemeente Oldambt ook gewoon wel heel veel dingen mooi oppakt. Veel aandacht ook voor breedsport. En dat we hier te gast zijn is natuurlijk ook toch een bewijs dat ze ook wel zichzelf willen promoten, maar ook zeker sport en bewegen op een prioriteitenlijstje hebben staan. Het ziet er niet goed uit voor onze kopgroep van 5 met Fiver Georgie, Mieke Kreuger, Britt Knaven, Nicole Stijginga en Skylar Snyder. Er wordt goed gegeten. Ja, het is natuurlijk nog steeds anderhalf uur koers voordat we aan de finish zijn. Maar deze aanvalspoging gaat niet lukken.
Het is voor ons een goed moment, Danielle, om het even ook over de breedte sport te hebben. Want dat is ook een van de belangrijkste doelen van de hoofdsponsor van deze Healthy Aging Tour. Ja, dat klopt. Deze wedstrijd is natuurlijk heel gaaf. En daarmee willen we ook graag de beste rensters en een hele mooie wedstrijd. Maar we willen het ook vooral gebruiken als een kapstok voor breedsport, ook voor maatschappelijke zaken. En als je naar dit jaar kijkt, zijn we 6 tot 8 weken voor de Healthy Aging Tour begonnen met het scholenproject. We zijn langs scholen geweest, geven daar lessen over eten en drinken, dus gezonde voeding en bewegen. Dus dat is een theoretisch deel. En daarnaast krijgen kinderen ook een fietsles met BMX fietsjes. En dan wordt er eerst natuurlijk een beetje stuurvaardigheid bijgebracht. En vervolgens mogen ze ook over hindernissen. En daarnaast hebben we de scholen waar we geweest zijn uitgedaagd om dan in ieder geval voor een periode van 5 tot 6 weken, dus de periode tot aan de Healthy Aging Tour, om de Daily Mile uit te voeren. Dat is dus per dag een kwartier extra rennen, lopen binnen schooltijd. En daarmee beoog je niet alleen dat kinderen fitter worden, maar ook dat ze geconcentreerder zijn. Dus zoals we dan ook in de klas zeggen van... Het gaat om de C van conditie, maar zeker ook om de C van concentratie. En daarom zouden ook merken we ook dat de leerkrachten daar ook vaak wel ontvankelijk voor zijn. En omdat we het dan nu in een periode gieten van 5 tot 6 weken, is het ook overzichtelijk. We hebben dat extra leuk en aantrekkelijk gemaakt door ook een poster te ontwikkelen. Waarop iedere dag dat er gelopen is... bewogen is, dat er een sticker geplakt mag worden. Stickers doen het altijd goed, hè, bij de jeugd. Stickers doen het altijd goed. Daar ik zie ook dat er weer wat actie in de taxi is. Ja, onder andere Ingrid Verhoef die daar mee wil springen. We zien de enige overgebleven renster van het team Loving Potatoes, Esmee Peperkamp is dat. En er wordt dus weer gedemareerd vanuit het peloton. Anouska Koster is attent. Ja, we weten natuurlijk, de volgende passage gaan we weer sprinten voor die punten. Ja, maar volgens mij is Lisa ook niet ver, hoor. Ingrid Verhoef daar in het blauw van Rogelie Gieprok, APB. Ook zij pas eerstejaars elite renster vorig jaar hier nog in het peloton bij de junioren. En ze rijden actief vandaag op deze laatste dag, de dames van Heidi van der Vijver. Heeft ze natuurlijk op het hart gedrukt om nog even alles eruit te halen. Ja, en ze zullen na vanavond volkomen afgepeigerd zijn. Dat zal voor een groot deel van dit peloton gelden. Ja, en woensdag volgt dan alweer de Brabantse Pijl. Dus het zijn zware dagen. Dan is er even rust en dan gaan veel van de meiden in de clubcompetitie in ieder geval weer verder naar Borselen. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook altijd een vaste waarde op de kalender. En zeker een pittige wedstrijd. Afhankelijk van waar de wind staat, weet je dat je of naar 1 of naar 2 keer linksaf, dat het dan oorlog is. Controle, daar zien we ook een mooi beeld van Amber van der Hulst. Die echt heeft laten zien dat ze uit fantastisch hout gesneden is. En het mooie van deze Healthy Aging Tour is dat er natuurlijk een paar grote ploegen aanwezig zijn. En dat we elke dag deze koers live op televisie hebben gebracht. En er zullen echt wel wat ploegen wakker zijn geworden door dat rijden van Amber van der Hulst. Zeker hier zo in de omstandigheden in Nederland. Op de wind, tegen de wind, met de wind mee, door de regen, door de hagel. Ze kon het allemaal. Ze was alert, ze was sterk. En ze gaat met verve hier dat klassement van de beste clubrenster op haar naam schrijven. Hele mooie naam. En het zou mij verbazen als we haar volgend jaar niet bij een UCI-ploeg terugzien. Nee. Ligt weer in dit veld. Dat zou zomaar kunnen. Dat zagen we natuurlijk vorig jaar met Femke Marcus en Loes Aardegeest. En die hebben nu allebei ook de stap gemaakt naar een... Naar het Parkhotel. Parkhotel ploeg. Dus wat dat betreft een mooi podium om je te laten zien. En dat was ook wel een van de zaken die wij zelf ook wel belangrijk vinden. Dat je toch ook die doorstroom van club naar absolute wereldtop mogelijk maakt. Eva Jonkers nu in de aanval. Ja, dit is een zeer voorspoedige ploegbespreking geweest daar bij Rogelie Gieprok APB. Een van de rensters van Team Drenthe die achter Eva Jonkers aan probeert te rijden. Een dame uit de Noordwesthoek van Overijssel. Ook eerstejaars.
Altijd goed herkenbaar aan de vlecht. Het is net alsof er bij de jonge meiden nu geen angst meer is. Er is morgen geen etappe meer. Nu kan alles eruit. We gaan de finish halen. We gaan de koers uitrijden. Ik denk dat dat zeker meetelt. Want de eerste, nou, eerste twee, misschien wel eerste drie dagen is het natuurlijk vooral van... Oh jee, we moeten nog zo ver. En nou ja, het is nu nog 63,5 kilometer. En dan is het gebeurd. Dus. Je bent zelf natuurlijk ook topsporter geweest. Angst kan dan ook echt verlammend zijn. Ja. Ja, zeker. En ja, je kunt fysiek 110% zijn, maar als je het in je hoofd niet helemaal ook 100, liefst 110% hebt, dan kan het gewoon heel lastig worden. Maar ja, andersom is het natuurlijk ook altijd heel mooi als je dan ziet van, ja, of als je voelt dat je zelf niet meer goed zit, kijk om je heen. Dat gaf ik ook altijd de jonge rijsters als tip van, nou, kijk om je heen en want iedereen leidt. En zie hoe slecht de rest erbij zit. Misschien kun je daar weer moed uit putten. Floor Wering is de renster uit Team Drenthe. Volgens mij komt zij uit de omgeving van Emmen. Ja, klopt. Lijkt mij een renster van de WSV Emmen. Als ik dat goed herinner in ieder geval. Ja, inderdaad. Ook een noordelijke dame. Naomi Kasper, die gaat dat gat weer dichtrijden. Die we deze week ook al in de aanval zagen in die etappe die gewonnen werd door Mieke Kreuger. Ja, toen kreeg ze in ieder geval nog een klein beetje loon aan werken dat ze net niet werd teruggehaald door het peloton. Want anders had ze helemaal niks meer gehad. Nee, daarom. Kijk, en op zich een tweede plek is misschien ook maar een schrale troost. Maar ja, voor hetzelfde geld dendert iedereen er nog wel naar. Kijk, Nathalie van Gogh probeert gewoon het verrassingseffect. Ja. Als het gaat om de punten voor de oranje trui. Krijgt voorlopig niemand mee. Dit is volgens mij toch... nee, dat is ze niet. Dat is haar ploeggenote. Ja. De ploeggenote die dan die punten maar mee moet gaan nemen. Is het Merel Hofman? Ja, het is Merel Hofman inderdaad. Ja. Met de blonde, een blonde vlecht. Ja, ik krijg toch een gaatje en een mede avonturier. Iemand van het team Drenthe. Ja. Die daar... ook mee wil gaan. Het is Marije Meijering. Wederom. Dat rijdt ze toch een ontzettend sterke koers. Ja, even dat elleboogje. En zo probeert iedereen de aanval. Maar je zei het al, Danielle. Het parcours, het is natuurlijk een rondje. Waardoor we eigenlijk nergens lang genoeg stukken hebben om iets echt te proberen. Het is voorlopig nog een beetje afwachtend. Ja. Ja, goed. Die meiden denken misschien ook van als we maar vaak genoeg over de koersradio komen. Er is ook nog een rode trui. En dat kan natuurlijk ook een hele mooie beloning zijn. Om toch vandaag nog een trui mee te mogen nemen. En Anouska Koster pakt nog even een puntje mee. Daar als derde. Ja. En zo hebben we weer een sprint gehad. En gaan we de volgende ronde weer voor de bonificatiesecondes rijden. Voorlopig Lisa Klein dus nog geen bonies gepakt. En het verschil tussen haar en Ellen van Dijk is nog steeds 8. Ik verwacht toch een alles of niets aanval van Ellen van Dijk daar in die laatste 6, 7 kilometer. Als we met de wind mee terug naar Midwolda gaan vanuit Finsterwolde is dat ongeveer. Grens van Finsterwolde. Daar staat de winst de gunstigst. Ja. Ja, en ik kan me ook inderdaad niet voorstellen dat... Dat je het niet gaat proberen. Het gat is maar 8 seconden. En ja, mijn instelling was zelf ook altijd... Je kunt beter spijten van dingen die je wel hebt gedaan... of dingen die je niet hebt gedaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat zij dit zomaar laten geworden. Dus ik verwacht inderdaad nog wel een aanval... of wellicht een tactisch steekspel. Na deze aanval van Marije Meijering... En Merel Hofman gaan we er even heel kort tussenuit. We zijn met een paar minuutjes weer terug. Welkom terug in een inmiddels wat zonniger Oost-Groningen. We rijden etappe 5, de laatste van deze Healthy Eating Tour 2019. En we hebben twee dames in de aanval met Merel Hofman in de kleuren van Bieler Pro Cycling. En Marije Meijering van Team Drenthe. Zij kozen zojuist in aanloop naar de sprint om de punten voor de oranje trui... De aanval pakte die punten ook mee. Hofman voor Meijering. Anouska Koster was degene die nog één puntje wist te pakken. En zette dus weer een stap
richting een eindzege in dat klassement. We zullen zo meteen wel even de standen nog doorkrijgen vanaf de finishlijn vanuit de jurybus. En dan kunnen we dat klassement even met u doornemen. Deze twee vrouwen krijgen eigenlijk de meeste ruimte tot nu toe. Ja, het is blijkbaar even rust in het peloton. En ik denk dat er wel goed gekeken is welke dames dit zijn. En dat dit eigenlijk op dit moment voor geen enkele ploeg een bedreiging vormt. Dat ze daarmee toch even de zegen van het peloton krijgen. En voor die meiden is dat natuurlijk hartstikke mooi. En ze laten ook wel zien, ze hebben een tempo er goed in. En je ziet inderdaad hier peloton, lijkt het wel eventjes goed te vinden. 58 kilometer nog te gaan in deze slotrit in Midwolda. Hoe kom je nou tot zo'n parcours, Danielle? Jij zit in de organisatie van deze wedstrijd. Hoe stel je een parcours samen en hoe kies je voor de afstanden, de plaatsen? Dit jaar geen ploegentijdrit bijvoorbeeld. Hoe komen dat soort beslissingen tot stand? Nee, het is een beetje vraag en aanbod. Zowel vanuit gemeenten, vanuit vanuit de wedstrijd zelf. Wat wil je? Welke etappes wil je? En ook wel vanuit het idee van het veiligste is om wedstrijden te organiseren ver weg van de menigte. Maar het leukste is natuurlijk om het wielrennen bij de mensen te brengen. Dus proberen we altijd een afweging te maken. Dus wel starten in een kern. Mooie dingen laten zien. Mooie sfeer creëren. Maar ook veiligheid. En zo in een proces kom je dan op een gegeven moment tot een parcours. Soms zegt de gemeente van wij willen per se dat je daar en daar langs gaat. Wij willen dit graag in het voetlicht. Of je moet overleggen met politie en met veiligheidsdiensten. Een aanval. Ja. In ieder geval een tempoversnelling van Ellen van Dijk met Amber van der Hulst. Dit is heel vroeg hoor wat Van Dijk hier doet. Ja. Maar het heeft voor haar lang genoeg geduurd, dit rustige rijden. Het is voor de voormalige wereldkampioene tijdrijder gewoon zaak om nu door te rijden. We zagen ook meteen dat Lisa Brennauer communiceerde met de ploegleider. Ja. Wat moeten we doen? Ja, en kijk, die Amber van der Hulst, toch tweedejaars is ze. En ze gaat gewoon heel brutaal mee met de grote renster Ellen van Dijk. Die natuurlijk in haar carrière al veel heeft gewonnen. Wereldkampioenschap, Ronde van Vlaanderen. Vorige week nog dwars door Vlaanderen. Ja, de ploegen zullen echt niet zitten te slapen na deze geweldige koers van Amber van der Hulst. Ja, je ziet ook direct dat het even alle hens aan dek is in het peloton. En mooi om te zien dat eigenlijk alle mensen die daar verwachten daar ook in één keer weer zitten. Hè. Je noemde al Lisa Brennauer, Kirsten Wild, Christine Majerue. Ja, Kirsten Wild, een van de rensters die gewoon echt compleet badass zonder armwarmers rijdt. Zonder handschoenen ook. Handschoenen heeft ze dan vandaag wel nog weer aan, geloof ik. Ja. Maar veel renners toch gekozen voor de armstukken. Het is niet warm, het is echt 6, 7 graden. Het lijkt lekker weer, een lekker zonnetje, maar de temperatuur stijgt niet mee. Zo half april. En dat was toch ook wel een factor deze week, de weersomstandigheden. Dat heb je als organisatie ook weer niet echt in de hand. Nee, klopt. Want je had natuurlijk eigenlijk de week voor deze koers had je heel mooi weer. Als ik de voorspellingen zie, dan is het volgende week ook weer mooi. Ja, deze week was wel iets pittiger. Gelukkig wel de meeste dagen droog. En ook al gaf het zonnetje misschien niet helemaal de gewenste temperatuur. Ik denk wel dat het was wel fair koers weer. Veel de wind. Maar ja, dat hoort ook wel een beetje bij zo'n voorjaarskoers. En ja, gezien het feit dat we in Noord-Nederland niet echt bergen hebben en andere zaken die het een selectieve koers kunnen maken. Ja, het kenmerk van de Healthy Aging Tour is natuurlijk wel op de kant waaieren, echelons, zoals ze dat zo mooi zeggen. En ik denk dat het voor het koersverloop alleen maar mooi is. Is het een overweging om volgend jaar een klein stapje richting het zuiden te doen en richting de Van Berg te gaan bijvoorbeeld? Of staat hij al genoeg in de aandacht in de Acht van Drenthe en de Ronde van Drenthe? Nou ja, en niets is onmogelijk. We kijken elk jaar wel weer van ook welke partijen met ons zouden willen samenwerken. En
We zijn in het verleden wel eens eerder in Drenthe geweest. We zijn dus gestart op vliegveld Eelde. Dit jaar natuurlijk twee Friese etappes. Dus ja, we staan wat dat betreft altijd wel open voor nieuwe zaken. Zo zijn we ook ooit eens op het Duitse eiland Borkum gekomen. En ja, dat bevalt eigenlijk alle partijen wel goed. Ook al is het natuurlijk logistiek een gigaklus om iedereen over te krijgen. En dit jaar ervoor gekozen om de eerste etappe in Borkum te verrijden. Het was altijd de slotrit. Lag daar een logistieke beslissing aan ten grondslag? Ja, had ook wel te maken met het feit dat de Duitsers, een deel van Duitsers had nu al vakantie. En komende weekend kreeg nog meer mensen vakantie. Rondom Basen is het daar altijd zo loeidruk. Dus dat had wel in die zin ja, we hebben wel een reden. En ja, je wil Borkum gewoon niet midden in je etappeschema hebben. Want daarvoor is het gewoon te lastig. Dus eigenlijk zijn er twee opties. Of de laatste of de eerste etappe. En nou ja, dit jaar werd het dus de eerste etappe. En ja, het was daar natuurlijk ook pittig met een noordoostenwind. En ja, we zijn, ik denk dat het mooi was dat de peloton daar meteen al in drie groepen uiteen ging. Waardoor dus weinig meiden echt ja, tussen wal en schip raken. Ja, als je niet in staat was om je goed te handhaven in die derde groep, ja, dan had je gewoon wel een probleem. Ja, ook al heb je wel een ruimere tijdslimiet in zo'n etappekoers. Het moet wel groepen zijn, anders is het gewoon niet te beveiligen. Want we zitten natuurlijk met het afsluiten van wegen, maar ook voor elke groep. Voor elke groep renners moet je weer beveiliging hebben, motoren, auto's. Dus ja, als koersorganisatie, je wil wel koers. Maar het liefst heb je dan wel weer dat het in grote groepen uiteenvalt. Marije Meijering geeft alles. Kijkt natuurlijk tegen een achterstand aan in dat klassement van de beste clubrenster. Maar ja, ik zie haar toch ook niet een minuut wegrijden van het peloton. Dus die aanval is misschien wel iets te vroeg. Maar ja, goed, ze zag de mogelijkheid om daar met Merel Hofman mee te gaan. Inmiddels zijn Amber van der Hulst en Ellen van Dijk weer teruggehaald. En kijken we naar de volgende aanval van het peloton of vanuit het peloton. Ja, ze proberen toch wel het gat een beetje binnen de perken te houden, denk ik. Nou, alhoewel nu even de weg even oploopt, denkt iedereen ook van dat is wel goed. Kijken we naar de transponder op de lookfiets van Merel Hofman. Daarmee wordt natuurlijk de doorkomst aan de finish gemeten. Er ligt een strook op de finish. Dat wordt meteen automatisch verwerkt door de commissarissen met de computer. En zo kunnen we razendsnel ook de doorkomsten zien. Kun je ook zien wie er allemaal waar in het peloton zit. En vooral met zo'n omloop zoals we die vandaag 8 keer hebben. We hebben gewoon vaak inzicht in wat er gebeurt. Tegenaanval hier van Fiver Georgie. Vorig jaar dus winnares bij de junioren. De winnares van dit jaar bij de junioren gaan we volgend jaar nog niet zien bij de elite. Want zij is eerstejaars. Won ook 3 van de 4 klassementen. Megan Jastrap. Ook het puntenklassement. En dus de trui. De witte jongere trui als eerstejaars junior. Ja. Ik ben benieuwd. Het zou mooi zijn voor de organisatie als Team USA volgend jaar ook weer terug zal komen met de titelverdedigster. Ja, dat zou zeker leuk zijn. Ze waren in ieder geval erg enthousiast. En vanochtend werden wij als organisatie, ja, koersdirecteur Thijs Rondhuis kreeg een trui overhandigd. Met alle handtekeningen dat dit toch wel een very awesome race was. Dus dat is natuurlijk erg leuk om te horen. En, ja, ze plannen het ook zo om een blok van koersen hier in Europa te rijden. Nations Cup wedstrijden, Trofeo Binda, Gent-Wevelgem. En daar kan de Healthy Aging Tour dus achteraan. Ze hadden vorige week dus wel even een gat in de agenda. En zijn toen in België criteriums gaan rijden, kermiskoersen gaan rijden. En daar eindigde die Megan Jastrap in de junioren mannencategorie ook gewoon als tweede. Ja, het is wel echt een talent. En ook een hele enthousiaste meid. Waar gisteren natuurlijk, nou, best een aantal renners waarschijnlijk wat pijnzend omhoog keken met de sneeuw. Stond zij echt na de finish nog te stuiteren dat dit awesome was. Het was awesome. En het was de very first race in the snow. Maar het was zo cool. En nou, alle kou was eigenlijk meteen na de finish weer vergeten. Ja, en dat voor een dame uit Californië.
Ja. Merel Hofman en Marije Meijering worden weer ingehaald. We zien daar de Britse Ronan Callender op kop rijden met Susanne Andersen. Lealin Teutenberg zien we daar voor in de koers ook. En Amber van der Hulst met Lorena Wiebes goed voorin gegroepeerd samen. We gaan weer richting de finish. We gaan weer richting Midwolda. Er wordt vooral ongelooflijk veel gekeken. Het is het moment om nog even wat te gaan eten. Zo 50 kilometer van de streep kun je nog wat vastvoedsel nemen. Ja. En nu gaan we helemaal stilstaan met z'n allen. Wat gezellig. Ja, je ziet nu ineens het peloton wel weer heel breed worden. Nou, dat is natuurlijk altijd een teken dat het tempo niet al te hoog ligt. Ja, veel renners zullen dit moment aangrijpen om wat te gaan eten. Ja, want ruim 50 kilometer is wel te lang om niet te eten. Dus nou, je ziet Brennauer ook even de bidon pakken. Ja, Anna van der Breggen, ze had graag het eindklassement willen winnen hier. Maar ze zat door pech meteen in Borkum al in de verkeerde waaier. Ja, dat was jammer, hè? Dat was zeker jammer, maar geen Van der Breggen dus dit jaar op de erelijst. We gaan een nieuwe naam krijgen naar verwachting. Alhoewel Van Dijk natuurlijk voor haar vierde zege kan gaan. Zal Lisa Klein een nieuwe naam op de lijst zijn. Ja, daarbij geeft ze een mooi vervolg aan haar jongerenklassement van de afgelopen jaren. Zo krijgen we een lekker stukje continuïteit in de wedstrijd. Ja, ja absoluut. Maar wat dat betreft heeft ze natuurlijk al laten zien dat ze dit rondje wel aan kan. En nu in het eerste jaar dat ze niet meer voor het wit kan gaan, meteen voor het geel is natuurlijk op zich een goede ruil, denk ik. Het is stilte voor de storm, er wordt gecommuniceerd. Ik vind sowieso dat er bij WNT Rotor veel wordt overlegd met de ploegleider. We zagen Lisa Brennauer weer overleggen met haar ploegleider daar in de auto. Nou, ze hebben een succesvolle koers met twee etappenzegers. En natuurlijk vandaag wederom een hele mooie kans hier in Midwolda. Mooie, lange, rechte aankomst voor Kirsten Wild potentieel. De piste vinden hier achteraan samen met Ellen van Dijk. Beide etappenwinnaressen. De piste meteen op dag 1 van Dijk. Gisteren in de tijdrit. En dan waren er daartussen nog zegens voor Brennauer, voor Kreuger en voor Kirsten Wild. Aanval vanuit het peloton vanuit Team Drenthe. Nou ja, aanval, nou, wordt nog niet echt losgereden. Nee. Volgens mij gaat Canyon Srem nu in de achtervolging. Dit is in ieder geval Julia Soek. En zij heeft haar roots hier in Groningen. Ja, in Den Ham. Mijn buurvrouw. Oh, echt waar? Ja. Susanne Andersen is de renster van de Noorse selectie. Je kunt het aan de helm zien. Ze zijn ploegmaten bij Team Sunweb. De oversteek wordt gemaakt door een actief koersende Floor Wering vandaag. Ook van Jan van Arkel is Minke Bakker aangesloten. We zien nummer 61, Lonneke Uneken, daar van Team Hightech. Met 26 is dit Rotem Gavinovic en zo komt alles weer bij elkaar. En houdt Soek de controle daarvoor in. Over het fietspad, Danielle, disqualificatie? Ja, ik zit in de jury, maar officieel mag het natuurlijk niet. Je bent gehouden om de openbare weg te volgen en voetbare, fietsbare horen daar niet bij. Maar ja, je ziet wel dat Lepisto nu wel van daarom, en daarom mag het dus niet. En daarom mag het dus niet. Het is wat altijd toch een vorm van valsspelen. Maar ze gaat het tempo maken, de Finse winnares op Borkum.
En zorgde daarmee voor haar derde zege van het seizoen. Twee keer raak in Valencia. En ook in de Healthy Aging Tour. Ja, vandaag kan ze ook gewoon meesprinten. Maar ik denk dat het doel van de ploeg toch is om te proberen nog dat eindklassement binnen te halen voor Ellen van Dijk. Want het is niet onmogelijk als je weet wat de kwaliteiten van Van Dijk zijn. Majerus, Soek, ja. Romy Kasper en verbergt de renster van Canyon SRAM zich. Het is Alice Barnes. Ja. Aafke Soet op kop van het peloton. Met Eva Jonkers. Ja, WNT wil natuurlijk de boel wel bij elkaar houden met het oog op een nieuwe poging om Kirsten te lanceren. Wilt inmiddels al recordhouder hier in de Healthy Aging Tour. 12 zegens heeft ze al. Ja. Daar kan ze er vandaag 13 van maken. Is een van de absolute topfavorieten. Maar ja, goed, dan moet het uiteindelijk wel tot een sprint gaan komen. Ja, dan moet je wel zorgen dat het eerst bij elkaar blijft. Maar je ziet nu toch dat er wel wat schermutselingen zijn. Maar echt weg komen ze ook niet. Ja, Boel zal er ook nog wel opgebrand zijn om. Ja, maar wel goed. Ja, wat je zegt inderdaad. Wat Van Dijk kan, dat zou misschien Anna van der Breggen ook kunnen. Ja. Er eentje wegrijden en wegblijven. Voorlopig hebben we nog iets meer dan een uur te gaan. Ja. En lijkt iedereen even weer pas op de plaats te maken. Nou, op het moment dat we dat zeggen, gaat de pisto toch nog een keer gas geven. We zijn weer aan de finish. En ze zal willen zorgen dat Klein geen bonificaties gaat pakken. Want volgens mij is het daar weer tijd voor. Het is een puntensprint nu, deze keer. Ja, dat is de laatste dan zeker. En dan in de volgende ronde hebben we nog een bonificatiesprint. Jessica Roberts hier. Brits kampioene Majerus, Alice Barnes. Romy Kasper, Anna van der Breggen, Amy Pieters. Lisa Brennauer, attent voorin. Want ja, er komen dus punten aan. En het klassement kan ze dus winnen. We zien een aanval vanuit Trek Segafredo. Je ziet het aan de vlag. Het is hier in de laatste kilometer wind mee. En wind mee, Danielle, is een groot voordeel voor een vluchter. Ja. Ja, dan hoef je niet in je eentje tegen de wind in te beuken, om het zo maar te zeggen. En dan heeft het peloton ook eigenlijk geen voordeel. En dan, ja, dan is het inderdaad wat meer gelijke strijd, hè? Want je kunt je natuurlijk voorstellen met tegenwind. Ja, dan zet je 2, 3 mensen op kop. En als die op zijn, dan zet je de volgende op kop. En zo ben je vrij snel in staat om een gat te dichten. Maar ja, voor de wind moet je het gewoon helemaal zelf doen. Dat zie je natuurlijk soms ook wel in de koers, hè? Dat met schuin wind mee, dat soms nog wel het vreselijkste is om het vol te houden of om of dat juist de punten zijn waar je het verschil kunt maken. Het is de kleine paternoster, geloof ik, die hier die punten even meeneemt. Ja. En Brennauer pakt er 2 en daarmee verzekert ze zich van die trui. Ja. Dat klassement is dus gestreden. Daarvoor moet Brennauer natuurlijk nog wel de koers uitrijden. En ze pakt hier even heel makkelijk 2 punten mee. En verzekert zich daarmee dus van de
eindwinst in het klassement. En kan dus die oranje trui gaan ophalen. Even het jasje bij de bus van Boels naar links voor Anna van der Breggen. En laat dat een indicatie zijn dat er nu gereden gaat worden. Want we zijn met 5 rensters van Boels voor in de koers. Ja, het is nu natuurlijk nog ruim 45 kilometer. Dus wat dat betreft is dit wel een moment. We zien een, zoals je nu ziet, maakt ze ook echt tempo. En dit is natuurlijk net een wat lastiger stuk in het parcours. Met relatief veel bochten, draaien en keren. Ja, en als je dan helemaal achterin zit, ja, dan kun je eigenlijk niet reageren. Dan moet je eerst volgen. En voordat je dan weer voorin zit. Dus wat dat betreft, dat doet Boels natuurlijk heel goed. Ja, de hele ploeg daar te vinden. Dan zien we hier de schade die dat veroorzaakt. Met Elise Fraser achterin van het Equano Wijze Zon Continental Team. Ook een van de rensters van de Noordelijke Wielenvereniging. Daar achteraan te vinden. Ja, het is Anne van der Graaf. Ja, Annemarie van der Graaf, ja. Ja, die had donderdag in Schruisterveen ook al onbedoeld een te lange solo gedaan. Dus, onbedoeld was niet de planning? Nee, werd net op een heel verkeerd moment gelost. En dan is ze wel zo stug en sterk dat ze doorrijdt. Maar ja, bijna 50 kilometer alleen is natuurlijk wel een echte aanslag. Kijk, nu wordt het interessant. En wie kan er nu nog mee? Wie is er attent? Nou, in ieder geval Anne van der Huls, want die komt nu naar voren toe. Ja. Dat is ook het DNA van een goede renster. Dat je op dat moment kan zien van dit is het gevaar. En ik moet nu zorgen dat ik daar voorin te vinden ben. Ja, absoluut. Ik bedoel, ja, wielrennen is natuurlijk veel meer dan alleen hard fietsen. Het is koers in zicht. Dat een beetje vingerspitsen gevoel van ja, wanneer gaat het gebeuren. Dat je ook de mogelijkheden en de kansen van een parcours weet te benutten. Dat maakt allemaal dat je een goede coureur kunt worden. Kijk, en je ziet nu ook wel dat het dusdanig hard gaat dat het aardig om een lint getrokken wordt. De Boels heeft ongeveer de hele ploeg daar wel daar zitten. Eens even kijken of we Van Dijk zien. De laatste keer dat we haar zagen zat ze helemaal achteraan het peloton. Dat was toen met Le Pisteu. Le Pisteu is wel naar voren gereden. Ja. Eens kijken of we Van Dijk daar ook hebben. Kijk, dit is wel wat we willen zien natuurlijk, Danielle. Ja, absoluut. Het is koers. Hè? En zijn er dan rensters die zich hebben laten verrassen? Mooi shot hier van de motards van Podium TV. Om te laten zien hoe lastig het is als dat tempo de hoogte in gaat. En hoe lastig het is dan om daar voorin te blijven. Daar rijdt Ellen van Dijk. Ja. Dat is duidelijk. Die zit dus niet in die eerste groep. Nee, die heeft zich toch even laten verrassen. En je ziet ook wel dat het nu wel echt even aanpoten is. Gevaarlijke punt hier. Rensters zijn er inmiddels al een keer of 5 langsgekomen. Waarschuwen elkaar natuurlijk ook. Er gaat 1 pion opzij. Ja. Maar het gaat gelukkig allemaal goed. Meijering die daar gewoon in de buurt blijft van Amber van der Hulst. Dat lijkt het in ieder geval op dat ze dat is. Nee, dat is een dame van Noorwegen. Ja. Ja. En nu hebben we een afscheiding. Nu hebben we toch een groepje met Van der Breggen, met Majerus, met Amy Pieters, met Jolien Doren. Ja, eigenlijk met alle dames van Bols Dolmans erbij. En ja. Romy Kasper die daar als laatste nog aanhangt. En daar zit ook niet de gele trui bij. Nee. Wel Le Pisteu. Wel Alice Barnes, maar niet de gele trui. En we hebben al in dat mooie shot zojuist van de motaar gezien dat Van Dijk, ja, die probeert nu de aansluiting te maken. Van Dijk met Brennauer. Lonneke Uneke die daar achteraan gaat in de kleuren van Hightech. Barbara Guarici is de vrouw van Virtu hier in de eerste groep. Ja. En 1 renster van British Cycling, daarachter Alice Barnes. Ik denk dat dat wederom Rona Callender is. Ja, dan heb je inderdaad Kirsten Wild en ook Lisa Klein. Lisa Klein zie ik niet. Ik zie, ja, daar rijdt ze inderdaad. Lisa Klein, Lorena Wiebes ook. Ziet ook het gevaar, hè, dat die Belgische net even
gaatje laten, trek eromheen. En zo komen Van Dijk, Uneke, Wild, Lisa Klein en Lorena Wiebes terug. En zie je inderdaad dat de renster van de Belgische selectie... Ja, zie je? Die komt nu een beetje te zwemmen. De lichaamstaal van Kirsten Wild is echt prachtig. Ja, jongens, kom op nou. Ja. En als ze het dan niet kunnen, ja, nou, dan doe ik het zelf wel. Ja, mooi, want ze spoorde inderdaad Lonnek ook even aan. Maar ja, die begon toch ook iets met haar harder met haar hoofd te schudden. Nou, en dan zie je toch dat het direct... Nu is in één keer een gat, hè? Hier Five Georgie, Januska Koster, Jessica Roberts vinden we Lisa hier. Brennauer. Lisa Brennauer, inderdaad. We hebben ook Amber van der Hulst hier. Paternoster, dit is Nina Kessler. Ja. Kijk, dit is de slag die Bols wilde slaan. Maar ja, dan zitten ze weer daar met Kirsten Wild in die groep. Ja. En gaan we hetzelfde scenario zo meteen zien als in Surhuis-de-Veen. Raak haar maar eens kwijt. Ja, ja, ja. Zo Klein, die is nu echt aan het afzien. Ja, ja, die... Ja, ze heeft wel het goede wiel, maar ze zit er niet helemaal uit wild erbij. Ja, Lorena zit er ook nog netjes. Ja, dit is natuurlijk wel gewoon een hele sterke kopgroep zo. Ja, dat is Barnes, de nummer 5 in het klassement. Rijdt een uitstekende Healthy Aging Tour. Coming of Age noemen ze dat. Twee jonge rensters. En deze Lisa Klein liet zich even verrassen. Maar hetzelfde gold natuurlijk ook voor de ervaren Ellen van Dijk. Ze zijn allebei terug. En ook de dame uit de streek, hoor. Lonneke Uneke is pas 19. En wat hebben er toch een paar grote teams zitten slapen vorig jaar. Ze kon naar Hightech, maar ze had natuurlijk gewoon echt een grote ploeg verdiend. Een Sunweb, een Bols, misschien wel een Liv. Want Lonneke Uneke is deze week aan het bewijzen dat ze een van de grootste talenten is die er op dit moment rondrijdt als eerstejaars. En dan hebben de Nederlandse ploegen toch echt niet zitten opletten vorig jaar in de Healthy Aging Tour. Nee, misschien niet. Maar misschien is dit juist ook voor Lonneke wel goed. Ze heeft een heel mooi programma. En wordt ook af en toe ook al echt gesteund. Dus wellicht is 1 of 2 jaar in een wat minder grote ploeg helemaal niet verkeerd voor je eigen ontwikkeling. En de kans is ook aanwezig als je natuurlijk wel direct naar een topploeg gaat. Dat je daar meer in een dienende rol komt. En op zich is dat ook niet verkeerd dat je leert dat je ook voor anderen moet rijden. Maar het kan natuurlijk wel een beetje demotiverend werken als jij elke keer voor het vuile werk bent. En dan 3/4 van de koersen niet de finish haalt. Terwijl je dat eigenlijk wel zou moeten kunnen normaal gesproken. Dus wat je voor beide dingen is wat te zeggen. Ze heeft het ontzettend naar de zin bij Hightech, heb ik begrepen. En ze laat zien dat ze in ieder geval in goede vorm verkeert. En als u Lonneke wat beter wilt leren kennen en haar toch wel bruisende persoonlijkheid wilt zien. Elke dag wordt een filmpje gemaakt, de dag van Lonneke. En iedereen heeft het natuurlijk over het interview van Cicely Oetroep-Ludwig. Maar ook van de interviews van Lonneke Uneke word ik wel blij. Ja, ze heeft lol in de koers, is een intelligente dame, vergeet het niet. Ze heeft gewoon het VWO afgerond, ze heeft echt een goed verstand. En ze heeft ook ongelooflijk veel doorzettingsvermogen. En ik vond het mooi dat zij deze week... toch al een vijfde plaats bij elkaar wist te sprinten. En nu weer in die bepalende waaier zit. 1 keer miste ze hem, dat was door pech. En ze heeft al 2 keer pech gehad. Dus reken er maar op dat ze vandaag ook weer mee wil sprinten. Ja, en als ze gewoon hierbij blijft, dan is een nieuwe top 10 klassering natuurlijk binnen handbereik. En je zag natuurlijk in de etappe Musselkanaal ook dat ze ook echt wel karakter heeft. Want toen moest ze eerst eventjes laten gaan. Maar kwam toch weer terug. En dus vervolgens naar die keurige 5e plek gesprint. En we kunnen echt niet genoeg blijven benadrukken hoe knap het is dat je dat als eerstejaars elite renster kan. Bij Kirsten Wild, bij Quarishi, bij Lorena Wiebes, bij Amy Pieters, Jolien Doren. Dat zijn toch echt namen. Met al een serieus palmares. En dat je daar toch als jonkie uit Groningen tussen mag rijden. En kan rijden. Want ze krijgt het echt niet cadeau. Dan ben je echt wel een grote aan het worden. Ja. Twee truien in de achtervolgende groep. We zagen daar Amber van der Hulst in de blauwe trui. En de oranje trui van Brennauer.
En nu wordt er meteen weer doorgetrokken met Lisa Klein, met Van Dijk en met Van der Breggen. Ja. En Rona Callender, ook haar moeten we echt blijven benoemen. Want zij is ook nog ongelooflijk jong, de Schotse. Zo. En zij rijdt wederom gewoon met de allerbeste mee. Ja, ze stuit helaas op Wiebes voor het jongerenklassement. Die is een jaar ouder. Maar die Rona Callender heeft mij deze week echt verbaasd. Ja. Ja, absoluut. Je ziet ook dat het hier het een beetje onrustig is. Nou, eigenlijk hadden we dat ook wel verdiend, hè, Danielle, dat het een beetje koers werd. Het was een beetje lamlendig tot nu toe. Ja, iedereen moest even op gang komen. Ik denk ook natuurlijk de dag van gisteren, dat is wel een pittige dag. Dat door reisuren. Ja, dat realiseren we ons ook wel. Maar ja, je bent ook een beetje afhankelijk, zoals we eerder al zeiden, van de beschikbare etappenplaatsen. En de mogelijkheden die een bepaalde plaats biedt. En ja, winsten. Gemeente Hogeland is natuurlijk fantastisch om daar een tijdrit te rijden. En we hebben daar in het verleden ook het NK-tijdrijden georganiseerd. Dit was weliswaar een kortere ronde, maar... Je moet ook inderdaad met zo'n tijdrit realiseren dat de hele dag of de hele ochtend de wegen afgesloten moeten zijn. Ja. En het is niet zo als ze hier 5, 6, 7, 8 keer langskomen, dat je steeds 5 of 6 of 7 of 8 keer 5 minuten hebt. Klopt. Dus dan moet de gemeente wel mee akkoord gaan. Ja, eens. En... Kijk, niet iedereen is wielenfan, dus we moeten wel zorgen dat we in ieder geval wel draagvlak houden. Ook bij de bevolking die wat minder sport en of wielen-minded is. En zoals we gisteren ook gedaan hebben, dan doen we op een deel van het parcours van de tijdrit doen we eenrichtingsverkeer. Dus dan zijn mensen niet geheel afgesloten. Maar wordt de overlast voor de wielrensters tot een minimum beperkt en de overlast voor de bewoners eigenlijk ook. Dus dan is het een beetje win-win. We hebben weer een aanval daarvoor in. Ik denk dat het Jip van den Bos is deze keer. Die daar de aanval kiest. Romy Kasper gaat mee. Dan Anna van der Breggen. Daarvoor zien we ook Amy Pieters. We zien Lisa Klein. En dan gaat Lorena Wiebes gaat mee. En nu is het echt koers. Kirsten Wild, Rona Callender, Lonneke Uneke, Christine Magierus, Lotte Lepisteu, Lisa Klein, Alice Barnes. Het zijn de dames, de namen uit de kopgroep. Die auto die moet daar echt weg nu. Dat doet hij dan ook goed. Hij rijdt daar ongelooflijk in de weg. Even een inschattingsfoutje van de neutrale materiaalwagen daar. Ja. Ik denk dat de jury zei, omdat het verschil nog maar 25 seconden was, van we willen je er weer voor hebben. Maar ja, dan moeten de rensters ook even de ruimte geven. Ja, en als je volle bak in koers bent, dan denk je niet na over zo'n neutrale materiaalwagen. Dat die uiteindelijk ook voor jou heel nuttig kan zijn. Dus dat... Dat herinner ik mezelf ook nog wel. Dat vind je auto's en motoren vaak lastig. Maar ze zijn er natuurlijk uiteindelijk ook wel voor het gemak en de veiligheid van de rensters. Dus altijd even een... Want dit is nu het verschil met Van Gogh daar op kop van deze groep. Met in deze groep dus onder andere de winnares van gisteren, Lisa Brennauer. En ook Amber van der Hulst vinden we in deze groep. Ja. Drager van het blauwe tricot. Dan kijken we even naar... Dat rood met wit van Team Drenthe en of we Marije Meijering hier zien. Ik zie er voorlopig nog niet. Maar hier wordt voornamelijk gekeken. Hier de twee wereldkampioenen achterin. Ja. Kirsten Wild en Amy Pieters. Zij werden in Pruszków in Polen wereldkampioen. Madison, ploegkoers dus op de baan. En vooral voor Amy Pieters was dat natuurlijk haar eerste wereldtitel. Kirsten Wild die had er al een paar. Ja. Maar voor Amy Pieters was het de eerste. En een jaar voor de Olympische Spelen is dat een belangrijk moment hoor. Voor Pieters. Opgegroeid ook in een baancultuur. Haar vader bondscoach bij de Belgen. En die wereldtitel, daar gaan ze met z'n tweeën erg van genieten. Dit seizoen. Maar goed, het wegseizoen komt er al meteen aan. Pieters, tweede in de Ronde van Drenthe. Zat daar een beetje in de tang. Ja, we hadden natuurlijk Ellen van Dijk die op kop reed. Want Marta Bastianelli die zich gewoon vastbeet in het achterwiel van Amy Pieters. Ja. Ja, wat moet je doen? Wachten, doorrijden. Als je wacht win je sowieso niet. Nee. En als je doorrijdt heb je nog een kans. Had ze uiteindelijk niet. Ze werd tweede. Ja, dat zijn de beslissingen die je eigenlijk in een split second moet nemen als renster. En dat soort dingen moet je ook leren. En dat leer je ook vooral in dit soort wedstrijden. Nou ja, zeker. Weet je, je komt als je voor de eerste keer in een winnende positie komt... En ja, dan maak je wellicht een beslissing en ja, die is dan goed of niet goed. Maar in ieder geval de ervaring van die beslissing, die neem je mee naar je volgende koersen.
En zo kun je steeds beter situaties inschatten. Maar je kunt niet verwachten van iemand die voor het eerst in een kopgroep zit of die voor het eerst om de winst sprint, dat hij dat direct goed doet. Natuurlijk zijn er talenten die hebben relatief weinig oefening nodig om wel succesvol te zijn. Maar het is natuurlijk lang niet voor iedereen weggelegd. En dan is het toch van hoe vaker je in zo'n situatie komt. En dat je ook leert om zelf je kansen te creëren. Dit lijkt een makkie om dit dicht te rijden. Maar goed, dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Dat als het verschil zo klein was, we denken, die groepen komen wel weer bij elkaar. Maar niets was minder waar. Nee, klopt. Het is maar 16 seconden. Maar dat betekent wel dat die 16 seconden moeten wel overbrugd worden. En wat je vaak ziet is op een gegeven moment dat juist het verschil kleiner wordt. Dan wordt de wil om het dicht te rijden ook wat kleiner. Want dan denkt iedereen van dan doet die ander nog maar even de laatste trap. En voordat je het weet is het dan weer, is het verschil weer groter. Hier is Team Bols aan de slag. Ze zijn er met z'n allebei. En daarachter wordt er keihard gewerkt door Nathalie van Gogh, door Jessica Roberts, door Fiver Georgie. Om dat verschil weer dicht te rijden. Daar zien we Amber van der Hulst in de blauwe trui. Achter Amber van der Hulst is het Marit Wasmus, of Nienke Wasmus, sorry. Dan Susanne Andersen, de Noorse. Even kijken wat daar verder nog achter zit. Ja, dit lijkt het te zijn. Dit lijkt weer weg te rijden uit die tweede groep inderdaad. En daarmee brengt Amber van der Hulst dus potentieel wel de laatste klap toe aan Marije Meijering voor dat klassement. Maar ja, het had ook andersom kunnen zijn. Meijering had ook in de eerste groep, tweede groep kunnen zitten en van der Hulst even niet opletten. Het kan echt zomaar veranderen hier in de Healthy Aging Tour. Nou ja, en zeker natuurlijk als zo'n waaier wel gaat draaien, dan worden verschillen zomaar groot. Hè? Dan spreek je zo, heb je het niet meer over seconden, maar dan kun je het zomaar over minuten hebben. Maar je ziet op dit moment toch dat niemand geeft zich nog gewonnen. En dat groepje met onder andere Fiver Georgie wordt volgens mij nu weer bijgehaald. En ook de derde groep zit nog kort, dus... We hebben het natuurlijk al gehad over de fantastische prestatie van Amber van der Hulst. Maar de UCI-teams zullen toch ook zeker hun oog laten vallen op deze Rona Callender. Want zij laat zien dat ze gewoon klaar is voor die stap. Ze rijdt hier voor de Britse ploeg. Komt uit Schotland. En zal toch zeker goed passen in een ploeg als bijvoorbeeld Bigla. Ja. Waar ook haar landgenoten na een fantastische EK in Glasgow vorig jaar. En Sophie Wright, dat is het. Een plekje vond. Ja, het is toch jammer dat er in Groot-Brittannië geen World Tour ploeg is. Nee, dat wilde ik inderdaad zeggen. Want het is hartstikke goed dat ze zoveel met de nationale selectie rijden. Maar het zou natuurlijk inderdaad heel mooi zijn als er ook een echte Britse ploeg was. Want er is talent genoeg. En je ziet dat... Gelukkig nu ook wel een beetje uitwaaien over de diverse pro-ploegen. Maar ja, ik denk dat het voor het Britse wielrennen ook wel een enorme mooie kans zou zijn als er ook een echt, echt eigen ploeg is, om het zo maar te zeggen. Ja, Brian Cookson, de voormalige voorzitter van de UCI, heeft het geprobeerd of is er misschien nog steeds mee bezig. En wellicht komt er wel ooit een vrouwenploeg van Team Sky. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Een nieuwe superploeg. Ja. Vanuit Groot-Brittannië. Maar voorlopig een van de belangrijke landen. Zeker als we kijken naar de jeugd. Want ook in de juniorenwedstrijd zagen we veel goede Britse meiden rijden. Met Eleanor Buxted, met Maddie Wadsworth. Die toch hebben laten zien dat er een goede lichting aan zit te komen. En ze hebben in Groot-Brittannië ook een campagne 1 Million Girls on Bikes. Echt ook zo'n campagne vanuit de breedte sport, wat het Healthy Aging Network natuurlijk ook graag wil. Ja. En er zijn veel meisjes in Groot-Brittannië die fietsen. Ja, je ziet het ook aan het deelnemersveld, hè, bij de juniorenwedstrijd. Je hebt je hebt een national team, je hebt een junior development team. En je hebt zelfs nog een aantal regionale teams die ook de oversteek maken.
Dus volgens mij hadden we sowieso 4, 5 Engelse teams aan het vertrek. En ja, dat geeft natuurlijk ook aan dat, ja, dat er echt aan de weg getimmerd wordt qua dameswielrennen in Groot-Brittannië. Toch gaat het weer bij elkaar komen na die gecoördineerde actie van Bos Dolmans. En komt deze groep met onder andere deze Julia Soek erin. Met Kylie Waterreus onder andere, met Lucy Garner. Komt dan toch weer naar voren. Ja. Volgende aanval van Anna van der Breggen. En Callender denkt, ja, ik ben dan misschien wel 19, maar ik ga gewoon mee. Ja. Kan mij het schelen. Nou ja, je kunt ook beter direct mee dan dat je het gat dicht moet rijden. Wat dat betreft doet ze het heel slim. We zien ook Lorena Wiebes meesluipen. En Brennauer die nu weer naar voren gaat. Net natuurlijk even verrast in die oranje trui. En Wiebes inderdaad nu mee in de aanval. Dat vind ik opvallend, Danielle. Want ja, zij zou op haar sprint moeten kunnen vertrouwen. Of heeft ze het zich nu al neergelegd bij de suprematie van Wild? Nou ja, kansen creëer je zelf. En wellicht denkt ze van, je weet het nooit. En als ik in een groepje van 3 of 4 weg blijf, is allicht makkelijker sprinten dan... Dan in een massasprint tegen alle sprinsters. Dus ik vind het dapper. Het is Nina Kessler nu daar in de achtergrond. Rijdend voor een regio-team. Een regio-team met één renster van een UCI-ploeg. Mag dat dan? Want zij rijdt natuurlijk normaal gesproken voor Team Tipco. Ja, volgens mij moesten we daar dispensatie voor aanvragen. Want ze horen het ook pas dinsdagavond, geloof ik. Ja, we hebben het wel overlegd met de UCI-commissaris. Want in 2.2 mag je iets eenvoudiger mixen dan in 2.1. En het heeft dan ook volgens mij vooral weer te maken met welke naam je wel of niet op je licentie hebt staan van de club. Nou, gelukkig hoeven we niet overal zelf over na te denken. Dit is Lorena Wiebes. En mocht u het vrouwenwielrennen aandachtig volgen, dan kent u haar natuurlijk al. Vorig jaar toch wel gebombardeerd tot kopvrouw op het EK in Glasgow. Die druk was misschien nog iets te veel voor haar. Maar als je ziet hoe zij dit jaar gegroeid is, en dat hebben we vooral ook deze week kunnen zien. Ze heeft echt nu koers in zicht. Ja. Ze is intelligent aan het koersen. Ze ziet waar het gaat gebeuren. En natuurlijk, ze doet veel alleen. Weinig steun nog vanuit Parkhotel. Alhoewel ik moet blijven zeggen dat de hele ploeg in de breedte aan het meegroeien is. Had ze toch bijvoorbeeld iemand als Nathalie van Gogh dit jaar nog heel goed kunnen gebruiken. Want ja, vorig jaar nog ploeggenoot van Wiebes. Die had dit niveau wel aangekund. Maar goed, die moest helaas vertrekken. En rijdt nu voor een andere ploeg. Dat is denk ik de enige renster die wel in deze fase van de koers bij Wiebes had kunnen blijven. Ja, denk ik ook. Kijk, het is natuurlijk voor Parkhotel wel mooi dat ze Lorena aan boord hebben. En ze kan zeker die andere meiden meetrekken naar een hoger niveau. Alleen ja, voor Lorena is het nu natuurlijk wel in één keer... ze is de absolute kopvrouw. Waar ze ongetwijfeld wel mee om kan gaan. Maar wat jij nu ook zegt, van daardoor mist ze wel af en toe wat steun. Het zou soms fijner zijn als je een duo bent. Daar gaat ze weer, Anna van der Breggen. Ze is zich lekker aan het warmrijden voor het Ardense drieluik. Voor de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, die ze inmiddels al 420 keer heeft gewonnen. En Luik Bastenaken Luik. Nou, 4, 5 keer. Ja. Ik weet niet of het nou 4 of 5 was, maar in ieder geval heel veel. Klopt. De muur van Hoei is gewoon de muur van Breggen. Ja. En ze gaat het allemaal alleen proberen. Ja, 30 kilometer, joh, dat is toch een eind? Nou, dat is een serieuze tijdrit. En je ziet toch dat iedereen even aarzelt. En... ja, geef Van der Breggen niet te veel ruimte, want die kan wel trappen. Ik denk, als de achtervolging niet op gang komt, dan is dit zeker wel kansrijk. En volgens mij heeft Anna Van der Breggen het tijdrijden dit jaar ook weer hoog op haar agenda staan. Dan kan ze dat op deze manier toch even testen. Inmiddels de situatie. We hebben een groep van 44 rensters. Met hierbij dus Van der Breggen. Niet zo heel ver daarachter. Op 33 seconden, een half minuutje, zit dus een groep van 36 rensters. En dan op achterstand op 1.43
Dan vinden we de laatste groep in de koers met voornamelijk rensters vanuit de clubteams. Dus alles eigenlijk nog vrij dicht bij elkaar. Want hier niet zo ver achter zit dus ook nog een groep van 30 rensters op een halve minuut 40 seconden. Ja, en de teams van de klassements, toppers, kunnen natuurlijk Anna wel een beetje ruimte geven. Want dat ze door die pech in Borkenwouw de slag miste, ja, kon ze niet echt de strijd om het eindklassement aangaan. Zo, lekker tijdrijden. Ja, zo'n WK is ook een kilometer of 30, hè? Ja, daarom. Maakt helemaal niet uit. Ik denk dat ze er wel over nagedacht heeft. Ja, bij Anna van der Breggen ziet het er altijd zo ongelooflijk makkelijk uit. Ze ademt dan nog net, dat is fijn. Ja, voor de rest ook heel mooi stil op de fiets. Ik moet zeggen dat ik die handschoentjes toch eigenlijk wel heel erg mooi vind. Ja, de fiets dus op zich is ook al een kunst. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad deze week met Adrie Visser. Ik was geen fan. Ja, ik denk dat ook heel persoonlijk is. Maar die van mij, zelf is mat zwart. Dus dat is inderdaad een groot verschil, ja, met de fiets van der Breggen. Nou ja, of je het mooi vindt, of smaak valt te twisten. Maar het is in ieder geval wel, het is wel gewoon een kunstwerk zoals het gemaakt is. Nou, de helm in stijl. Ja, die wereldtitel die er al zo lang aan zat te komen. En waar ze toch altijd naar gevraagd werd. Wanneer word je nou eens wereldkampioen? Ja, En goed, in Innsbruck stond er werkelijk geen enkele maat op deze Anna van der Breggen. En iedereen had eigenlijk al een beetje verwacht dat zij wereldkampioen zou worden. Of natuurlijk Annemiek van Vleuten die titel zou gaan pakken. Ja. Ja, voorlopig is ze gewoon lekker in de eentje weg. En we hebben gisteren gezien, dan was het wel met z'n tweeën, met Koster en met Brennauer, dat zo'n aanval van 30 kilometer kan. Ja, het is natuurlijk, het is wel een heel eind, maar het is wel een afstand die te overzien is. Je ziet hier natuurlijk dat Trek Segafredo hier nog niet helemaal mee eens is. Ja, Van der Breggen is geen gevaar voor het algemeen klassement. Dat komt door, doordat ze door die valpartij op achterstand raakte op Borkum. Ja. Dus in dat opzicht is het niet gevaarlijk. Maar ja, goed, Ellen van Dijk weet ook wel hoe hard Anna van der Breggen kan rijden. Het scheelde nog minder dan 5 seconden in Glasgow vorig jaar. Op het EK tijdrijden. Dus er wordt hier gecounted met Van Dijk, met Majerus, met Wiebes en met Kirsten Wild. En Rona, ja, Callender, daar is ze weer. En Lisa Klein ziet het gevaar en die denkt van potverdorie. Die Van Dijk moet toch niet zonder mij vandoor. Dus die zit nog achter Callender. Maar die heeft toch best wel wat moeite om dat gaatje te dichten. Ja, en dit is natuurlijk ook wel die lange rechterweg langs de snelweg. Waar volgens mij de wind mooi op het kantje staat. Het mooie van een rondje is natuurlijk dat je weet dat dit elke ronde weer terugkomt. Ja, het lastige is ook dat je dan wel ook maar moet zorgen dat je er elke keer weer zit. Van Dijk die wil volgens mij wel meer steun. Maar ik denk dat Van Dijk ook wel gezien heeft toen zij net die oversteek maakte. Toen ze allebei, dus Van Dijk en Klein, even verrast werden. Dat het beste bij Lisa Klein er echt wel af is. Ja. En dat er mogelijkheden zijn. Ja. Misschien is de wens de vader van de gedachte in dit geval. Dat ik hoop dat het nog een mooie strijd gaat worden voor dat klassement. Maar ik denk dat Ellen van Dijk wel heeft gezien dat Klein na 5 dagen koers, na 500 kilometer koers, toch echt wel een beetje begint te kraken. Ja, en alleen het nadeel voor Van Dijk is nu natuurlijk wel dat zij direct een boelsrenster in de wiel krijgt. En je ziet net dat
Christine Majerus, ja, die hoeft niet over te nemen. En daardoor, ja, kan die aanval net niet zo mooi als dat die anders wellicht wel zou zijn. Dus ja, Van Dijk moet even, ja, ploeggenoten of andere steun binnen die achtervolgende groep zien te vinden. Ja, het is toch een krap half minuutje wat ze al bij elkaar gefietst heeft. En het is een absolute toprenster. Ja goed, ze heeft alles al gewonnen in de carrière. Olympische titel, wereldtitel. Het eindklassement gaat ze hier niet winnen. Maar gaat ze dan eindelijk zorgen voor die derde zege van Poels Dolmans dit jaar. Want ja, ze staan al meer dan een maand droog. Ja, ja, dat ben je eigenlijk niet gewend van een ploeg van dat kaliber. En hoe langer dat duurt, hoe meer dat ook in het kopje gaat kruipen. En hoe meer er misschien ook gemord gaat worden. Dan gaat Wiebes zelf. Dit is opvallend, want, ja. Want ja, ze is natuurlijk een sprinter. Hier komt de aansluiting. Met ook Amber van der Hulst daarbij. Lonneke Unneke zit erbij. En we zien dat Lepiste meteen naar voren gaat. Samen met Pater Noster om te zien of ze wat kan doen voor Van Dijk. Ja. Je ziet ook dat als dat als de achtervolgende groep en nu het pelotonnetje weer in gang schiet, dat ook direct de voorsprong terugloopt. Ja, Anna kijkt ook even opzij, maar die gaat onverstoorbaar door. Armpjes op het stuur. Probeert zo aerodynamisch mogelijk te rijden op een gewone wegfiets. En terwijl Van der Breggen gewoon doorstoomt. Kan nog wel een klein beetje bij. Maar goed, we krijgen zo meteen dat stuk wind in de rug. En dan kan die nog wel een tandje of 2-3 naar rechts. Ja. Gaan we er even voor de laatste keer snel tussenuit. Tot zo. Welkom terug. Laatste 23 kilometer. Nog anderhalve ronde voor deze Anna van der Breggen. En ze komt zo meteen langs de buitenwijken van Finsterwolde. Dat klinkt alsof het een wereldstad is. Maar in ieder geval langs de rand van Finsterwolde. En dan weet ze dat ze de wind in de rug heeft. We zagen net tijdens de break dat Ellen van Dijk het wederom probeerde. Nu is het Pater Noster die dat gaat doen. Maar ja, goed, niemand die volgt. Ja, Van Dijk die probeert toch alles. Ze zal toch echt niet zomaar het gevecht opgeven. 21 seconden is de voorsprong op dit moment voor Anna van der Breggen. Voor in de koers. En hier is er wat twijfel. En die twijfel is natuurlijk altijd in het voordeel voor de rijdster helemaal vooraan. Ja, je ziet toch dat Loretta Hansen in dit geval, ploegmaat van Ellen van Dijk, de Amerikaanse die het gaat proberen. Maar hier is meteen weer mee als bewaker. Ja, die heeft duidelijke opdracht dat niemand weg mag. En die voert zich goed uit. Maar toch zit Lorena Wiebes weer mee. Dat is ook erg knap. Ja, maar goed, dit zijn krachten die ze straks in de sprint tekort gaat komen. Ja. Dus ze moet of het idee hebben dat het uiteindelijk geen sprint gaat worden. Want ze is een beetje met haar krachten aan het smijten, Lorena Wiebes. Dit is Nicole Stijginga. Nou ja, die heeft natuurlijk ook wel bewezen dat ze de aanval en lang alleen of in kleine groepjes koprijden niet schuwt. Met Majerus mee, met Hansen mee en met Wiebes die anders koerst dan afwachtend als sprinter. Daar komt Mieke Kreuger naar voren met Alice Barnes. En zo gaan we toch een hele interessante wedstrijd krijgen. Anna van der Breggen, wereldkampioene. Maar vooral ook gewoon leuk mens. Vorig jaar getrouwd met Sjurk-Jan de Haan. En eigenlijk heet ze dus nu Anna van der Breggen de Haan. Maar dat kan soms wel eens verwarrend zijn bij vrouwelijke rensters. Ik herinner mezelf ooit dat ik een ploegenachtervolging had op het WK-baan.
En ik zei, de hele Canadese ploeg is veranderd ten opzichte van de Olympische Spelen. Ja. En toen bleken ze alle vier getrouwd te zijn. Het was nog steeds exact dezelfde ploeg, maar met vier andere namen. Ja, goed, ja. Dat moet je maar net weten. Dus sindsdien heb ik daarvan geleerd en hou ik dat soort huwelijken goed in de gaten. Ja, het is wel belangrijke informatie inderdaad. En ja, je zag het in het verleden natuurlijk ook wel bij de Duitse schaatsters, die dan ook gelijk afstand deden van hun eigen naam. Dus ja, als je dan even niet goed had opgelet, dan dacht je inderdaad van, jeetje, ze hebben weer een heel nieuw blik opengetrokken. Voorlopig rijdt ze stug door. Ja, ik zei, Anne van der Breggen is niet alleen een groot kampioene, maar ook een heel fijn mens. Zij was op weg naar Zuid-Afrika voor de Cape Epic, waar ze ook gewoon niet alleen die wedstrijd samen met Annika Langvat voorkomen heeft gedomineerd. Maar ook echt oog had voor vrijwilligerswerk, voor de armoede in het land, voor de kinderen in het land. Volgens mij zelfs op haar huwelijksreis in Afrika ook bezig is geweest met dit soort doelen naast de sport. Altijd vriendelijk, altijd tijd voor een praatje, ook altijd tijd voor haar fans. En dat maakt een groot kampioene eigenlijk nog even een stukje groot. Ik moet zeggen, Danielle, dat dat in het vrouwenpeloton sowieso eigenlijk meer gewoonte is dan uitzondering. Ook Marianne Vos, altijd heel goed benaderbaar. Chantal Blaak, ja. Lucinda Brandt, nou ja, allemaal altijd zeer aardig en open. Ook naar de fans toe. Ja, ik denk ook zeker dat dat een enorm pluspunt is, ook voor de sport. Dat merken wij zelf ook als wij bijvoorbeeld ook met gemeenten en andere instanties overleggen. En, of die betrokken zijn bij onze koers en die we dan uitnodigen. En, een Kirsten Wild is in Musselkanaal, ondanks dat de huldiging plaatsvindt in de sneeuw, altijd bereid om nog even een interview te geven. Kirsten Wild inderdaad precies hetzelfde verhaal. Of even een toelichting te geven over hoe de wedstrijd ging. En, daarmee bewijzen de dames zichzelf, maar zeker ook de sport natuurlijk een enorme dienst. En maakt het ook niet alleen een hele mooie kijksport, maar ook heel aaibaar. En ik denk dat dat wel sowieso het wielrennen is. Niet dat je natuurlijk letterlijk rensters moet aaien, maar nou, je snapt wat ik bedoel. Dat lijkt me dan een gevalletje me too. Ja. Maar anyways, ja, inderdaad. Ik noemde een paar namen. Maar goed, er zijn natuurlijk veel meer rensters. Altijd heel vriendelijk. Ik ken eigenlijk helemaal niemand die heel chagrijnig is in Nederland. En deze Anna van der Breggen, die breidt haar voorsprong gewoon verder uit. Ja, zit in die tijdrithouding. En dan glij je steeds weer naar dat puntje van het zadel. Hoe komt dat? Ja, omdat je toch voorop die druk gaat leggen. En je wilt het liefst zo recht mogelijk boven boven die trapas. En je ziet dan inderdaad dat ze soms helemaal naar voren schuiven. Even. Maar ze zitten goed bij. En ziet er niet uit dat ze verzwakt. En om nog even terug te komen op wat je net zei. We hebben soms natuurlijk bij de koers wel gasten. Die als voornaamste sportervaring dan hebben het bijwonen van voetbalwedstrijden. Mm-hmm. En die zijn dan altijd heel positief verbaasd over de sfeer. En over het feit dat je de sport echt zo goed kunt meemaken. In een voetbalstadion zit je toch vaak ergens op de tribune. Of nog mooier in een fitbox achter het glas. Met bitterballen. Drie hoog achter. Wel met bitterballen, dat is waar. Maar goed, daar hebben wij bij het Healthy Aging Netwerk ook wel weer mooie vervangers voor. Ik heb laatst voor het eerst vegetarische bitterballen gehad. Ik vond ze echt heel erg goed. Ja, nou ja. Maar dat is echt weer een complete andere discussie. Je kunt inderdaad als Healthy Aging Network ook je gasten geen vlammetjes en kaasvlees voortzetten natuurlijk. Nee, nou ja, het is altijd de weg van de geleidelijkheid. Ik mocht van de week nog een presentatie geven bij een aantal fabrieksmedewerkers. En daar werd een hamburger in de lunch geserveerd. En toen zei een man naast mij, die mag ik zeker niet eten. Ik zei, dat mag zeker, maar niet elke dag. Ik ga even onderbreken, want Christine Majerus die maakt zich heel erg druk over de cameramotor. Die de rensters van Park Hotel aan het bevoordelen is. Ja, je hebt natuurlijk een beetje last. Of je hebt natuurlijk enorm voordeel van die draft van die cameramotor. Ja. Gelukkig trekt hij nu ook op. Ja. Ja, en Majerus heeft haar ploegmaat hier vooraan. En alles wat het peloton aan voordeel heeft, is ten nadeel van deze Anna van der Breggen. Dus ja, Majerus, inmiddels natuurlijk al meer dan 10 jaar deel van dit profpeloton, maakt zich daar ook terecht druk over. Ja, zij is heel professioneel en weet heel goed waar ze mee bezig is. Dus wel mooi natuurlijk om te zien dat ze
ploegbelangen zo goed behartigd. Maar mocht die man nou die hamburger of niet van jou? Hij mocht hem wel. Ik zei alleen wel van... Landsdag. Ik zei van, weet je, als je geen 4 hamburgers doet en niet 4, 5 keer in de week, dan is er niks aan de hand. We zijn sowieso niet van het verbieden. We zien inderdaad dat de ketting hier bij Van der Breggen wel even een paar tandjes naar rechts is gegaan. Ja. Want ze rijdt dus met de wind in de rug hier richting Midwolda, richting de finish. Kijk maar naar de vlaggen. Ja. Het is lekker hoor. En dit is gewoon, als ze straks dat stuk achter in dat open veld voorop kan blijven, deze voorsprong kan vasthouden, dan gaat deze Anna van der Breggen gewoon haar eerste seizoenszege pakken. Want hier zit zoveel snelheid op. En dit ziet er zo ongelooflijk mooi uit. En ja, als je dan toch wielrenster bent, dan moet je er toch naar streven om zo mooi te kunnen rijden als Anna van der Breggen dat kan. Ja, absoluut. Trixie Worrack dan, die mee gaat rijden om toch wellicht de kansen voor Van Dijk. Want ja, de achterstand is 8 seconden. Zelfs als Van Dijk de etappe wint, dan pakt ze die 10 bonificaties. Maar dan heeft ze dus nog wel een beetje marge nodig op Klein. Ja, want Van Dijk gaat hier niet de pelotonsprint winnen. Dat lijkt mij een wonder. Nee, dat zou niet geheel logisch zijn. En mocht zij wel bonisseconden pakken, dan is het natuurlijk de vraag of Lisa daar iets tegenover kan brengen. Over bonusseconden gesproken, die hebben we allemaal gehad. Ja. Dus die zijn zometeen aan de finish niet meer te halen. En ook Parkhotel gaat natuurlijk meedoen voor de kansen van Wiebes. We zien ook dat, ik denk dat het Aafke Soet is daar van WNT, die mee gaat rijden. En Majerus die probeert daar gewoon, professioneel als ze is, de boel een beetje in de soep te laten lopen. We zien Anna Santesteban van WNT. Rotor Pro Cycling. Hier rijden we de gemeente of de plaats Midwolda binnen. Ja, dit is toch een werkelijk schitterend beeld. En het is nog ver. Een solo van 30 kilometer zou natuurlijk een serieus staaltje zijn. Maar voorlopig ziet het er heel goed uit. En zullen we aan de finishpassage over een kleine kilometer exact weten wat de voorsprong is. Dan zullen we zelf even kunnen klokken. Ja, dan krijgt ze de bel. Ja. Er wordt nu gezegd dat het 14 seconden is. Dat zou wel een deceptie zijn, mocht dat zo zijn. Ja. Nou goed. We wachten even tot de officiële tijdsopname aan de finish door de KNWU-jury. Mijn collega Majerus redde het niet. Dat was ook een aanval van meer dan 20 kilometer. Ja, klopt. Ja, ze zijn nu wel weer in één beeld gevangen. Dus wat dat betreft lijkt de voorsprong inderdaad terug te lopen. Nou, dat is inderdaad geen halve minuut meer. Dat is absoluut geen halve minuut meer. Er wordt hier lekker doorgekacheld door Parkhotel Valkenburg. Een jelletje voor Van der Breggen. Ja, dat geeft wel aan dat ze gewoon nog steeds haar hoofd erbij houdt. Ja. Maar dat ze misschien ook wel weet dat deze aanval het niet gaat halen. Nee, ik denk dat ze al een beetje door heeft dat het peloton op dit moment wel te dichtbij zit. Ja, wel mooi om te zien dat ze toch enthousiast wordt aangemoedigd. Nou, en het is natuurlijk ook wel wat dat zo'n wereldkampioen gewoon bij jou door de straat rijdt. Hè? Zo bij jou bijna in de tuin langskomt. Ja, zo'n wereldkampioenentrui blijft toch echt iets magisch. Ja, absoluut. Absoluut. Het mooie dat wij dat in het wielrennen gewoon hebben, zo'n truiencultuur. Jullie hebben er 6. Ja, dat klopt. Ook een mooie mix. Ik vind vooral ook de clubrensterstrui leuk. En we hebben toch in heel veel klassementen echt strijd gezien. Verschillende dragers van die trui. Vooral de oranje trui was een mooi gevecht tussen Koster en Brennauer.
Ja, klopt. En zeker ook wat je noemt de clubrensters trouwens. Het is natuurlijk voor clubrensters gewoon moeilijk om hier echt voor individueel succes te gaan. En dan geeft zo'n trui toch een extra uitdaging. En ook het kan een doel op zich zijn. Want je kunt dan toch met wellicht een 17e of 20e plek in een eindklassement kun je beste clubrenster zijn. Waar je natuurlijk sowieso heel trots op mag zijn. Maar als dat dan ook beloond wordt met een trui, dan mag je dus op het eindpodium. Juist, dan sta je toch even tussen de grote dames. Of de nog iets grotere dames. En dat geeft wellicht ook weer motivatie. En zoals je zei, word je daardoor natuurlijk als goede clubrenster ook zichtbaar voor de ploegen. En dat zal zeker voor veel clubrensters natuurlijk ook een ambitie zijn om nog een stap te maken. En dat hebben we dus ook wel gezien met de truidraagsters uit het verleden. Dus dat is wel mooi. We rijden in de gemeente Oldambt. In de gemeente Herindeling in 2010 samengevoegd. Scheemda, Winschoten en het Reiderland. Bijna 40.000 inwoners hier in de complete gemeente. En daarmee is het de vijfde gemeente van de provincie Groningen. Het is een groot landoppervlak, zo grenzend aan Duitsland. Mooi weids hier in het oosten van Groningen. En vandaag dus het terrein van de Healthy Aging Tour slotetappe. Waar Van Dijk patrouilleert op kop van het peloton. En de aanval van Van der Breggen zal sneuvelen in schoonheid. Helaas voor haar. Maar ik wacht op die ultieme aanval van Ellen van Dijk. Want en ze rijdt het nu ook gewoon zelf dicht. 8 seconden is het. Nee, ze rijdt gewoon los. Ja, ik wou net zeggen, ze rijdt de rest los. Absoluut. Ja. Ongelooflijk krachtige renster Ellen van Dijk. Die vaak ook een zeer belangrijke rol speelt in overwinningen van haar ploeggenoten. Ja, dat maakt haar een fantastische allrounder. Ze pakt haar eigen zegens op het hoogste niveau. Maar ze is ook van ongelooflijk groot belang van haar ploeggenoot. En kijk eens wat er nu gebeurt. Dit is twijfeling. Je ziet die dame van Canyon SRAM ook eigenlijk niet direct oppakken wat ze wel zou moeten. En je ziet Lisa ook eigenlijk net een paar plekjes te ver van achteren. Dus ben wel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat Ellen van Dijk en Anna van der Breggen nu de handen ineens slaan. En, even een deeltje. Ja. Zegen voor jou, eindzegen voor mij. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk. En hoeveel zit er nog op bij Van der Breggen? Ze heeft natuurlijk nu steun van Van Dijk. Daar voorin wordt lekker afgestopt door de ploegmaten van Anna van der Breggen. Ja, en je ziet ook dat het eigenlijk net even te lang duurt. Hè, voordat Canyon SRAM daar voorin goed geformeerd is om Lisa Klein mee te helpen. Ja, je moet het ook maar kunnen natuurlijk. Hè. Wij hebben het makkelijk praten hier. Nou, maar dit is een mooi scenario. We zijn hier toch aan het kijken naar misschien wel een hele spannende ontknoping. 8 seconden. Ja, Van Dijk, ze had eigenlijk wel verwacht in die tijdrit dat geel te pakken. Ja, Lisa Klein was ongekend sterk. 2 seconden verloor ze slechts. Maar we zagen al eerder in de uitzending, eerder in de etappe, dat Klein wat scheurtjes aan het vertonen was. En dat heeft Van Dijk met al haar ervaring natuurlijk echt wel gezien. Ja. En ze heeft ook geen ploeg. Hè. Ze heeft alleen Alice Barnes daar maar. Ja. Die moet alles doen. En dit is een kans voor Ellen van Dijk en natuurlijk ook een kans van Anna van der Breggen om de etappe op haar naam te schrijven. Nee, dat klopt. Ik denk inderdaad, Ellen was tevreden met de tijdrit, maar ze had stiekem ook wel gehoopt dat dat genoeg was voor geel. En toen was Lisa natuurlijk verrassend dichtbij. Maar je ziet nu toch dat het gat wel heel snel groter wordt. Mm-hmm. Ja, dit zijn twee vrouwen die op het podium stonden. Op het WK-tijdrijden, waar ze tweede en derde waren. Op het EK-tijdrijden, waar ze eerste en tweede waren. Ja. Dit is dus de mondiale top als het gaat om tijdrijden. Dus ja, ga dat maar eens dichtrijden. Dan kun je als Alice Barnes zijnde nog zo goed in vorm zijn. Maar dan ben je natuurlijk hopeloos verloren. Ja, ja dat. En ja, wat zegt, er is nu een gemeenschappelijk belang. Hè? Eerst, ze willen allebei wegblijven. Dus ik ben wel heel benieuwd. Zometeen nog even weer een beeld van krijgen hoe groot dat gat nu daadwerkelijk is. Want dit ziet er in ieder geval uit. Ja.
Ja, zie je, je ziet inderdaad Alice Barnes, ja, die krijgt het alleen niet dicht. Lisa Brennauer steekt nu een handje bij. Ja, en dan komt natuurlijk vervolgens Boels weer, die denkt van, laten we zitten. Lekker jongens, ja. Ook Lisa Brennauer zou dat dan alleen moeten doen voor de kansen van Wild. En dan gaat Klein het allemaal zelf proberen. Ja, het is echt een wanhoopspoging dit. Ja. En je ziet ook Danielle aan haar trek. Ze waggelt en ze is natuurlijk echt een tijdrijder. Weet echt wel hoe je mooi stil op die fiets kan zitten. De vermoeidheid is duidelijk zichtbaar in de lichaamstaal van Lisa Klein. Ja, klopt. Dit is natuurlijk, dit doet ook dubbel pijn. Hè? Je ziet min of meer je gele trui wegfietsen. En dat wil je niet. En ja, ze heeft inderdaad alleen Alice Barnes nog over. Ja. En die kan natuurlijk heel goed fietsen. Maar tegen die twee toppers daarvoor moet je wel van goede huizen komen. Wil je dat kunnen bijhouden of zelfs dichtrijden. Ja, je ziet inderdaad Christine Majerus en ook Lotte Lepisto heel professioneel dit dit is hoe je koers wint. We hebben dat natuurlijk vorige week ook in de Ronde van Vlaanderen gezien bij de mannen. Sebastian Langeveld was minstens voor de helft verantwoordelijk voor de eindzege van zijn ploegmaat Petit Jol. En we zien hetzelfde hier gebeuren. Dit is een ontzettend moeilijke situatie voor Lisa Klein en een hele mooie situatie voor Ellen van Dijk. Ja. En dan gaan we toch naar een hele spannende ontknoping kijken. Want er komt zo meteen over 3 kilometer wind in de rug. Ja, en dan zijn ze eigenlijk al binnen. Maar we hebben vanochtend ook gezien bij de junioren. Je kunt pech krijgen. Jastrap in de laatste 5 kilometer. Fietswissel. Ja, het was natuurlijk helemaal fantastisch. Dat je fietswissel hebt. Dat je volgens mij op, denk minder dan 3 kilometer... voor de strepen aan weet te sluiten. Jezelf nog naar voren weet te gooien. En zelfs de etappenzegen nog weet te pakken. Het zegt natuurlijk ook iets over het enorme talent van deze jonge Amerikaanse. Maar goed, minder dan 10 kilometer te gaan voor Ellen van Dijk en Anne van der Breggen. En het ziet er niet naar uit dat hier al enige hapering komt. Nou, je ziet natuurlijk ook hier dat het verschil wordt niet groter, maar zeker ook niet kleiner. Dus wat dat betreft doet Ellen van Dijk hier hele goede zaken voor het klassement. Ja, en dit is natuurlijk ook een droomscenario als organisator, dat je zo'n cliffhanger in zo'n laatste etappe meemaakt. Toch nog een leiderstrui die wellicht van schouders gaat wisselen. Een wereldkampioene die wellicht hier de etappe gaat winnen. Daar kun je als organisator alleen maar van dromen. Nou, zeker. We konden een slechte scenario treffen. En sowieso dat het tot aan het einde toe spannend is. Natuurlijk zo is super gaaf. En dat zagen we gisteren al een beetje met die tijdrit. En dan zie je al dat de verschillen niet te groot zijn. En dan, je hoopt hier natuurlijk wel op. Maar ja, het zijn uiteindelijk de rensters die de koers maken. En gelukkig laat ze ons niet in de steek. Ellen van Dijk, daar zit nog een heleboel op hoor. Wat zij hier laat zien. Wat een kracht zit er in deze dame uit Woerden. Ja, ook de inspanning is zeker wel te zien bij Ellen van Dijk. Het gaat niet vanzelf. Ja, het is net als die solo in Dwars door Vlaanderen. Ze doet het maar mooi toch weer. Er zit nog een jelletje in de achterzak van Anne van der Breggen. Ja, er kan nog wat extra energie in. Maar ze komen zo meteen op dat stuk bij Finsterwolde. En dan is het wind mee na de finish. Het zou mooi zijn als we een actuele voorsprong zouden weten. Ik denk dat het, wat zou het zijn, 15 seconden als je zo het peloton ziet? Ja, ik denk dat, ja. Iets minder zelfs nog. Ik denk dat het inderdaad een beetje tussen 10 en 15 seconden is. Het loopt ook niet verder weg, maar het peloton is ook nog niet echt in staat om het dicht te rijden. Ja, dat komt natuurlijk ook dat het werk grotendeels neergelegd wordt bij Alice Barts, bij Lisa Klein. Nou, dat Lisa Brennauer af en toe nog wel een tandje bijsteekt, maar dat Majerus en Lepisto, die
Die zijn alleen maar van voren om de boel een beetje te doen haperen. Brennauer gaat weer een hele belangrijke rol spelen in deze etappe. Gisteren etappe winnares, de dag ervoor belangrijk voor Kirsten Wild. Ja, ook zij werd in die eerste etappe opgehouden achter de valpartij en kon dus voor het eindklassement geen rol meer spelen. En hier zien we de draadloze SRAM E-Tap. Het schakelsysteem van Ellen van Dijk. Ze was dol enthousiast trouwens over haar nieuwe tijdritfiets. Het was de eerste tijdrit van het jaar. Ja. Ze rijdt natuurlijk bij een nieuwe ploeg. Dat betekent nieuw materiaal. En natuurlijk moet je als renster enthousiast zijn over je materiaal. Maar vooral bij tijdrijders komt dat heel erg specifiek. En er zijn ook tijdrijders gewoon van ploeg gewisseld vanwege de fiets. Ja, absoluut. Kijk, het is wel je belangrijkste gereedschap. En als je daar niet het 100% vertrouwen in hebt. Of ten, ja, op een of andere manier niet goed op uit de voeten kan. Kan dat wel van doorslaggevende factor zijn. En wat dat betreft denk ik dat ze nu bij Trek echt wel heel goed zit. We zien het verschil trouwens teruglopen als dat klopt. Nee, dat... Nee. Nou, Lisa Klein gaat het dan nu zelf... Het is echt kat en muis hè, vandaag. Ja. En hoeveel zit er nog in Anna van der Breggen? Want die is natuurlijk al in er eentje 25 kilometer onderweg. Ja. Lisa Klein doet echt een alles of niets poging. Van der Breggen neemt gewoon nog over. Ja, het is 10 seconden. Meer dan dat is het niet. Nee. De motor moet weg. Klopt. Oei, 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 oei. Nou, wat een thriller hier. Ja, we zien toch dat ze zeker nog niet opgeven. Wiebes die zelf, of Romy Kasper die nu op kop rijdt. Ja, waarom ze dat doet, dat vraag ik mij af. Ja, is mij ook niet helemaal duidelijk. Maar heeft Lisa Brennauer gevraagd van Romy, bij landgenoten. Ja, help mij eens even mee. Het is natuurlijk inderdaad wel wellicht een kleine Duitse coalitie. Weet jij trouwens waarom Lisa Brennauer zo goed Nederlands spreekt? Die heeft in het verleden ook een Nederlandse vriend gehad. Aha, ja, het was heel erg knap. Klopt, spreekt heel goed Nederlands. Klein. Brennauer en Kasper. Het is een Duitse entente daar voorin. Ja. Want ja, kijk, Brennauer kan natuurlijk ook zeggen... Ja, ik rij met jou mee, Lisa, want ik heb nog een sprinter. Ja. Ik red jouw klassement hier. Ja, ik breng Kirsten Wild hier weer naar voren. En inderdaad, wellicht een kans voor Kirsten Wild... om toch nog een 13e etappe binnen te sprinten. En zo heb je allerlei belangen die zo door zo'n peloton heen gaan. En wij kunnen als commentatoren natuurlijk alleen maar speculeren wat er waar is... Maar zo kunnen er natuurlijk deeltjes gemaakt worden. Want voor Lisa Klein zijn er andere belangen dan voor Lisa Brennauer. Maar beide kunnen ze hier een zege pakken. Ja. Ja, is het Barnes nu toch nog even een keer serieus op kop? Ja, het is een klein gaatje, maar ja, het moet wel eerst overbrugd worden. En nu gaan we wind meekrijgen. We gaan Finsterwolde uit... Ja, dus wat dat betreft, dit wordt echt nu kantje boord. Want voor het mooie hadden ze er nu bij moeten zijn. Want deze twee dames op kop, die kunnen natuurlijk dat voor de wind ook heel goed benutten. Maar ja, het blijft nu wel spannend. Elisa Klein gaat zelf weer op kop. Ze zijn erbij. Oei, 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 oei. Wat een ontknoping hier. Ja, en dit kan Ellen van Dijk natuurlijk niet nog een keer doen. Wat knap hoor, van de twee Lisa's. Lisa Klein voor haar klassement en Lisa Brennauer voor haar sprinter. Want dat zijn de belangen. En ook Parkhotel Valkenburg hoor, complimenten. Ze hebben meegeholpen om hier een kans om een zege voor Lorena Wiebes nog veilig te stellen. Ja. Oeh, 25 kilometer in de aanval geweest, Anna van der Breggen. Ja, nu valt het weer helemaal stil. En dan een aanval van Majerus. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja, alleen dan moet je niet Lepisto krijgen. Nee, die bedenkt zich. Zo kan het natuurlijk ook. Het valt stil en dat is meestal het juiste moment. En ja, Majerus heeft bakken met ervaring. Ze weet wat ze kan. En nu komt Kirsten Wild naar voren. Ploeggenoten van... Lorena Wiebes op kop. In deze groep zaten nog Sylvie Swinkels en dit is Janine van der Meer. Die doet goed werk hier. Ja. Ja, hij heeft ook weer helemaal plezier terug in het wielrennen. Ook mooi om te zien dat ze dan toch ook weer echt een stap gemaakt heeft.
Veel ruimte krijgt Christine Majerus niet. Maar goed, veel ruimte heb je niet nodig. Dat zagen we wel bij de junioren gisteren met Femke Gerritsen. Ja, weer WNT Rotor Pro Cycling. Ik denk dat dit die kleine Teutenberg is. Ja, denk ik ook. Ja, volgens mij heb je gelijk. Het nichtje van Ina Joko Teutenburg, de ploegleider hier bij, of niet hier trouwens, maar wel ploegleider bij Trek. Ja. En Janine van der Meer werkt heel hard voor deze Lorena Wiebes. We zien ook Lonneke Uneken daar, we zien Kirsten Wild, Jolien Doren, dat zijn toch vier sprinters op rij. Ja, maar Jurus die geeft het op. En wat voor kansen hebben ze bij Boels Dolmans dan nog om deze etappe op hun naam te schrijven? Ja, misschien is er nog iemand met hele goede benen die nog een uitval wil wagen. Want ik denk dat in het sprintgeweld dat ze tekort gaan komen. Aanval aan de fietspadkant van Sarah Penton, de Zweedse. Ik vraag me af wat de jury hiervan vond. Er is hier wel wat van te vinden. Ja. Mooie strijd hier in de laatste 3 kilometer. En weer bewijst Lisa Brennauer hoe ongelooflijk belangrijk ze is. Ik heb het al eens gehad over Ellen van Dijk als MVP. Die wint dus haar eigen wedstrijden in. Is ook een fantastische ploegmaat. Ja. Maar Lisa Brennauer die doet daar helemaal niks voor onder. Want die is haar gewicht waard in goud. Ja. In Gent-Wevelgem bracht ze Kirsten Wild terug. Hetzelfde in de pannen. En nu al eerder deze week in de Healthy Aging Tour. Gisteren mocht ze zelf juichen. Maar dit is alles in het werk stellen om Kirsten Wild weer in een winnende positie te krijgen. Ja, aanval van wederom Merel Hofman. Ja, maar Lisa Brenno weet van geen wijken. En die houdt het gewoon keurig tempo. Ja, Anna van der Breggen die heeft het geprobeerd. Ja, die denkt van ik bol wel uit hier aan de achterzijde van het peloton. Amy Pieters dan. Of niet, nee, dat is niet Pieters, wel Brennauer, wel Wiebes die nu al voorin zit. En Kirsten Wild die altijd zo ontzettend ontspannen denkt van, joh, het zal mijn tijd wel duren. Dan gaat Anouska Koster, ja, gisteren de prijs voor de strijdlust gewonnen. Maar ja, die stuit ook op een muur uit Duitsland. Ja, Brennauer lijkt een onneembare vesting op dit moment. Laat niemand meer gaan. Daar komt Nina Kessler. Nina Kessler schuift nog naar voren inderdaad. Amy Pieters aan de linkerkant, Brennauer door het midden. We zien ook Marjolein van het Geloof daar op links in de kleuren van de Nederlandse selectie. Komt ook naar voren toe daar. Ook een paar goede resultaten neergezet. Top 10 onder andere in nokerkoersen van het Geloof. En ja, we rijden dus criterium style door de straten van Midwolda. Brennauer zorgt er wel voor dat dat tempo zo hoog blijft dat niemand het in haar hoofd haalt om een aanval te plaatsen. Ja, dat is natuurlijk een kunst op zich, hè? Beetje de methode Sky. Ja, gewoon zo knetterhard rijden. En ja, Kirsten zit daar inderdaad nog tamelijk ontspannen voorin. Ja, wat wil je? Zij kan echt vertrouwen op Brennauer. Ook Lonneke Uneke zit goed. Kiest nu het wiel van haar generatiegenoot Suzanne Andersen. Andersen 1 jaartje ouder dan Uneke. En dan al weer die tempoversnelling. Amy Pieters daar voor Boels Dolmans. We zien Loretta Hansen met Le Pisteu voor Trek Segafredo. Belgische dame. Ja. Bijna een aanraking daar met de concurrentie. Brennauer die patrouilleert gewoon hier op kop van het peloton. En je ziet iedereen aanvallen en ook gewoon weer terugvallen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend knap, hè. Want je ziet gewoon iedereen, nou ja, afzien en net hard fietsen en Lisa Brennauer blijft gewoon op kop. Dus die fietst nog net even harder. We gaan zo meteen. Oh, we zijn al in de laatste kilometer. Daar was de vlag. En daar voorbij die bocht, daar ligt de finish. Nu dan het tempo door Boels Dolmans, door Amy Pieters. Daarachter Majerus, daarachter zit Wild. We zien Hansen vechten. We zien ook Lonneke Uneke vechten daar in de kleuren van Hightech. Dat blauw met die witte helm, die dichte helm. Ze kruipt nu in het wiel van de renster van Trek. Maar het is Pieters die de lead-out doet voor Majerus. En eigenlijk doen zij met z'n allen de lead-out voor Wild. Dan gaat Lorena Wiebes
dwars door de wind en die wil naar het achterwiel van Wild toe. Dat heeft ze nu te pakken. Kessler aan de rechterkant, Hansen door het midden. Lonneke Unneke die komt er nu goed uit. Oeh, wordt nu een beetje ingesloten. Aan de linkerkant Magirus in de sprint. En dan dwars door het midden is het Kirsten Wild. Die gaat nu een klein beetje achter Le Pisteux zitten. Dat lijkt mij een hele goede plek. We gaan naar de laatste 200 meter. Brennauer heeft de werk gedaan. En dat betekent dat Wild moet profiteren van het treintje van Trek. Dat doet ze. Ze komt uit het wiel. En gaat er dan nog iemand overheen komen? Normaal gesproken niet hoor. Le Pisteux probeert het. Pieters probeert het. Of Jolien Doren probeert het. Jolien Doren dan? Jolien Doren misschien nog? Jolien Doren? Nee hoor. Met overmacht. De tweede ritzege van Kirsten Wild. Lorena Wiebes wordt tweede. Ik denk Jolien Doren daar nog net derde wordt. Maar zo gaat zij dus naar huis met twee ritzegers. En volgens mij is het nu tijd voor een rustperiode voor Kirsten Wild. En dat mag ook wel na al die wereldtitels. Na twee wereldbeker World Tour klassiekers. Twee etappenzegers hier. En ze wordt ook gewoon derde in het klassement. Ja, heel knap hoor. Echt waar. Het tijdperk Wild is nog niet voorbij. Wiebes die klopt aan de deur, maar ze kan er nog niet voorbij. En ook Lonneke Unneken en de eindzege. Ja, laten we dat niet vergeten. De eindzege is voor deze dame Lisa Klein. Ook met grote dank aan Alice Barnes. Romy Kasper feliciteert haar landgenoten. Er was een aanval van Ellen van Dijk. Maar die aanval strandde op 4 kilometer van het einde. Het was Lisa Klein zelf met Alice Barnes die dat deed. En ja, zo krijgen we een nieuwe winnares. Nou, je ziet ook wel, het heeft ook al flink geleden, maar... Nou ja, de pijn is sneller vergeten als het goed afloopt. We hebben de top 10 van vandaag te pakken. Kirsten Wild wint dus voor Jolien Doren, Lorena Wiebes, Lotte Le Pisteux, Guarici wordt vijfde, Susanne Andersen zesde, Julia Soek wordt zevende, Lonneke Unneken acht, Amber van der Huls negende en beste clubrenster. Knap hoor. En de Poolse Nicole Plozasz, die wordt uiteindelijk tiende. En zo gaat de groene trui naar deze dame. Het puntenklassement met twee etappenzegers Kirsten Wild. Gaat de gele trui naar Lisa Klein. De oranje trui is voor Lisa Brennauer. Twee truien dus voor WNT Rotor. De witte jongere trui is voor Lorena Wiebes. De oranje trui heb ik al gehad. De blauwe trui voor beste clubrenster is voor Amber van der Huls. Dan hebben we de klassementen benoemd. En... hebben we toch een hele mooie Healthy Aging Tour gezien. Met twee zegers voor Kirsten Wild. Met Mieke Kreuger. Met Ellen van Dijk. Met Lisa Brennauer. En dan Lotte Le Pisteux. Twee zegers dus voor Trek. 3 voor WNT Rotor. Die hun ongelooflijk succesvolle seizoen gewoon hier in Groningen en Friesland nog maar even een vervolg geven. En ook echt... mega, mega complimenten voor Lisa Brennauer. Want wat is ze verschrikkelijk sterk. Ja, zeker. Gisterochtend na de tijdrit was ze volgens mij zelf een klein beetje teleurgesteld dat het net niet beter ging. Maar dat je dan 's middags dat al zo kunt omzetten en dan zelf een etappe wint. En vandaag weer echt aan de basis staat van de etappewinst van Kirsten. De tweede zege in deze ronde. Het was weer een hele hectische etappe, maar toch een sprint. Is dat omschakelen voor jou? Nou, de derde eigenlijk al, hè? We hadden gisteren natuurlijk ook gewonnen. Ja, voor jou. Ja, voor mij, ja. Nou ja, ik zie het wel als ploegenoverwinning. Want vandaag had ik echt niet zonder de meiden kunnen winnen. Dus ja, dat is heel cool. Ja, omschakelen van... Nou, dat op een gegeven moment het eruit zag dat er misschien wat renners weg zouden blijven. En op een gegeven moment toch een sprint wordt. Ja, nou, ik probeer altijd wel een beetje te denken in de tactieken van de andere teams. En wat het belang is van hun en van ons. En ja, soms kun je een beetje samen belang vinden. En dat was er. En dadelijk was er wel samenwerking om die groep terug te halen. Nou, is dit eigenlijk het einde van het eerste deel van jouw seizoen? Je mag vanaf nu even iets gas terugnemen. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Ja, het is wel lekker om zo even op vakantie te gaan. Ja. Ja. En het was een mooi blok, vanaf het WK-baan tot nu. Ja, ja, dat was wel boven verwachting. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb er ook hard voor gewerkt en dat is ook wel heel leuk dat het er dan zo uitkomt. Dankjewel. Inderdaad, even een weekje vakantie met, ik neem aan, haar vriend Bas, dat hij mee mag. Twee wereldtitels dus in Pruskov op het Omnium en in de ploegkoers met Amy Pieters. Twee World Tour zegers in de pannen en in Gent-Wevelgem. Twee etappenzegers hier in de Healthy Aging Tour. Ja, kom minder, zoals wij hier in het noorden zeggen. Ik heb het wel eens slecht te zien. Ja, ja, ik ook wel. Nee, echt, echt top. En ja, wat zeg, het is ook een renster die het... Ja, die het wat dat betreft ook gunt. Schuwt het werk niet. En ook mooi dat ze nu ook echt de ploeg zo benoemt. Maar dat voelt ze ook echt zo. Ja. Ja.
Kijk, dit is ook mooi, hè? Lisa en Lisa. Ja, dat zei Kirsten Wild al. Er was gewoon een gezamenlijk belang. Klein voor de zegen en Lisa Brennauer voor de zegen van Kirsten Wild. En daar vonden ze elkaar. Interview dus nu even met Lisa Klein, de eindwinnares, haar eerste Healthy Aging Tour. Congratulations. It wasn't an easy day to defend your jersey. It wasn't an easy day. No, it was a hard final. And yeah, I don't know. I think I never went so deep. And I can't believe it that we made it. And yeah, I got many surprises. And somehow I was not so patient. And yeah, I was struggling a bit to find my way through. And yeah, but in the end, it went well, even with not the best positioning today. And yeah, we had to chase. This is the worst situation that we could get, but fortunately I made it together with my teammates. And yeah, it was, yeah, I never went so deep to chase. And yeah, I think it was a really great bike racing, and I'm so happy that, yeah, I made it, my first win of a stage race, so I can't believe it. Yeah. And can you explain what it means to win here? You got to have a good time trial, you've got to be in the echelon every day, and you won because of the bonus sprints also. So the bonus sprints we cared not that much about. It was more the attack of Ellen. And yeah, she was really smart coming from one side, and always, yeah, when I got a little bit boxed, so somehow I had my find my way, and it was just a really hard race in the final, and yeah, I'm happy. I'm really happy that we made it. Thank you very much. In 2013 reed ze al de Energiewacht Tour, toen nog voor junioren. Daar werd ze uiteindelijk 13 in het eindklassement. Ja, het is haar eerste algemeen klassement. Het is nog geen veelwinnaar. 22 jaar is. In juli wordt ze 23. Ze won al eens een etappe in Else Jacobs vorig jaar. Dat was de proloog. Ze won in 2017 het Nationaal Kampioenschap. En ooit een etappe in de etappekoers in Toscane. Zo net een week na het WK. Dus ja, dit is echt de grootste zegen uit de carrière van Lisa Klein. Danielle, om af te sluiten als organisator, blij met deze winnares op het palmares? Ja, absoluut. Ik denk wel dat het een renster is waar we komende jaren nog meer van gaan horen. Dus ja, mooie nieuwe naam in het rijtje. Goed, hartstikke bedankt voor het kijken de afgelopen week naar deze editie van de Healthy Aging Tour. Waar Lisa Klein wint voor Ellen van Dijk en Kirsten Wild. Waar we fantastische koersen hebben gezien door de regen, door de sneeuw en door de wind in de provincies Groningen en Friesland. Volgend jaar zijn we natuurlijk terug met een juniorenwedstrijd en met deze wedstrijd voor elite dames. Hartelijk dank dat u keek naar Podium TV, naar de Noordelijke Dagbladcombinatie van de Leeuwarden Courant en de Dagblad van het Noorden. Namens Danielle Beckering zeg ik gedag en tot een volgende keer hier in de Healthy Aging Tour.